3 uur. Dat betekent dat we gaan beginnen met het symposium wat elke professional moet weten over donorconceptie. En ik was hier naartoe onderweg en ik dacht van dat is dan de titel. Maar eigenlijk is dat gelijk ook een opdracht voor ons hier in de studio. Om dus echt duidelijk te maken wat er dan is dat je moet weten als professional. En tegelijkertijd ook een opdracht voor de mensen thuis om dit zo interactief mogelijk te maken. Zodat we hier de komende 1,5 uur echt al die facetten gaan behandelen die belangrijk zijn voor professionals die te maken krijgen met gezinnen die gevormd zijn met behulp van een sperma- of eiceldonor. Nou, we hebben ons best gedaan om dat best wel grote onderwerp een beetje op te hakken in stukken, dat het een beetje behapbaar is. En dan gaan we het dus onder andere hebben over inzichten rondom donorconceptie. Dus echt eventjes de crash course, de basics, wat moet je nou eigenlijk weten? We gaan een beetje terugblikken, maar zeker ook kijken naar het hier en nu. Dan gaan we kijken naar de invloed van donorconceptie op hechting, loyaliteiten, gevoelens. We gaan kijken naar het belang om verder te kijken dan alleen het gezin. Dan is systeembenadering ook een term die gaat vallen. En we gaan het hebben over gespreksvoering. Wat zijn nou de do's en don'ts? Hoe begin je over donorconceptie? Wat zijn de termen die je wel en ook de termen die je misschien niet moet gebruiken? Mijn naam is Jelte Sondij. Ik ben zelf donorkind. Ik heb uiteindelijk mijn donor gevonden via het KRO-programma Spoorloos. En dan is het gekke, ik zeg nu ik ben donorkind. Goed, ik ben inmiddels 42. Maar ja, een donorkind, dat ben je voor altijd. Dat is alweer een voordeel eigenlijk. Hè? Gewoon de eeuwige jeugd. En hier dus gevraagd om dit symposium te mogen begeleiden. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ik kijk er ook zeker naar uit om u thuis, de professionals die hier nu bij aanwezig zijn, nou, door het programma te begeleiden en te zorgen dat u dus die vragen kunt stellen die u heeft. En dat is dan ook wel echt eventjes even de oproep, want wij kunnen hier de komende 1,5 uur natuurlijk van alles bedenken. Maar het gaat er uiteindelijk om dat u die vragen stelt die u heeft. Dus breek in. Dat kan rechts in het scherm. Opmerkingen zijn ook welkom. Als u denkt van, nou jongens, dit moet nog eventjes beter uitgelegd worden, zeg het vooral. Dan zie ik het hier op het scherm en dan zorg ik dat het allemaal aan bod gaat komen. En om de mensen thuis wat beter te leren kennen, wil ik eventjes naar de poll. Want we hadden gezegd van, ja, wie zitten er allemaal in de digitale symposiumzaal? En dan zien we een heel gevarieerd beeld. Ik zie advocaat. Dat is De grootste term, dus bij een wordcloud werkt het dan zo dat die het beste vertegenwoordigd zijn. Dus een hoop advocaten in de zaal. Maar ik zie bijvoorbeeld ook een kraamverzorgende. Ik zie een analist van een semenbank. Ik zie een embryoloog, een intakeconsulente, kraamverzorgende. Kortom, het is een soort van Ark van Noach van de professionals die dit thema aangaat. Van harte welkom. En hier bij mij aan tafel ook van harte welkom. Monique Mochtar, Barbara Lammers van Buren en Fred Gundlach. Heel erg fijn dat jullie hier zijn. Monique Mochtar, gynaecoloog van het Centrum van Voortplantingsgeneeskundigen van het Amsterdam UMC. Dus dat het gewoon ooit het AMC was. Ja, ja, ja. Mogen we niet meer zeggen? Nee, mag je niet meer zeggen. Nee, precies. Amsterdam UMC. Het Amsterdam UMC. En tot medio 2023 voorzitter van de Special Interest Group gameetdonatie van het NVOG. Ik beloof u thuis alvast, we gaan heel veel afkortingen voorbij horen komen. Deze eventjes in één zin. Wat is het? Wat is wat? Sorry. Nou, de Special Interest Group, gemeetdonatie van de NVOG. Nee, dat is de werkgroep. Die resulteert onder mijn beroepsgroep, de NVOG. Dus de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie. Dat is een beroepsvereniging en die is onderverdeeld in werkgroepen. Want het vak gynaecologie is zo breed. We hebben een werkgroep oncologie, een werkgroep seksologie, et cetera. En ook dus een werkgroep. Ja, gameetdonatie. Ik heb de naam toenertijd ook geprobeerd uit te breiden. Want het zijn eicellen die je kan doneren, zaadcellen die je kan doneren, maar ook embryo's. En je hebt ook nog draagmoederschap. Dus kijk, dat is een breed veld. Het is een heel breed veld, ja. En dat geldt ook voor, als we even het hebben over de afbakening van dit programma. Hier gaan we het dus ook niet alleen maar hebben over spermadonatie, maar ook over eiceldonatie en embryodonatie. Ja, hoewel ik wel ook in de voorbereiding heb begrepen dat toch spermadonatie wel het vaakst voorkomt. Dus het zal zo zijn dat in de gesprekken we daar enigszins natuurlijk naartoe navigeren. Barbara Lammers van Buren, projectleider van het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie, het LIDC. Ja, of donorconceptie.nl. Dat bekt wat lekkerder en dan weten mensen ook meteen waar ze moeten zijn. Donorconceptie.nl voor vrienden. Ja. Ja. Wat is het voor club? Donorconceptie.nl is een online informatiepunt. En het bijzondere daarvan is dat dat gedragen wordt door eigenlijk alle organisaties die actief zijn op het gebied van donorconceptie. Dus Monique zit er bijvoorbeeld in de redactieraad vanuit de gynaecologen, maar we hebben ook vertegenwoordiging vanuit Stichting Donorkind, vanuit Point, de fertiliteitscounselors, vanuit Meer dan Gewenst, dat zijn de wensouders, en Fion zit ook aan tafel.
Ja, Fionn, komen we bij Fred. Dan pak ik hem gelijk eventjes door. Senior specialist hulpverlening van Fionn, het expertisecentrum. Ja. Leg hem even kort uit, waarvoor komen mensen bij Fionn terecht? Mensen komen bij Fionn terecht, A, voor vragen die ze hebben, hè, in de breedste zin van het woord op het gebied van donorconceptie. Maar waar wij met name te maken mee hebben, is kinderen die bij ons in de FIOMKID DNA databank staan. Daar staan profielen van donoren en donorkinderen in. En die worden op die manier gematcht aan elkaar en wij geven daar de begeleiding aan. Ja, en als we eventjes naar de FIOMKID in zijn geheel kijken, veel breder, want ook adoptie, dat soort afstammingsvragen, kunnen allemaal bij FIOMKID terecht. Ja. Dan het komende anderhalf uur. We hebben het enigszins afgebakend. Het is goed om daar even mee te beginnen. We hebben het dan over de professionals thuis die te maken hebben met gezinnen die gevormd zijn met behulp van een sperma- of eiceldonor. Er is er gezegd tot ongeveer een jaar of 18, hè, dat is waar we ons op richten. Ja, echte gezinnen waar de kinderen nog thuis, die als een eenheid nog leven. Hè. Dus jij gaf zelf al aan, donorkinderen, die kunnen ook 42 zijn of 50 of 60 natuurlijk. Maar we kijken nu naar die groep jongere gezinnen. Misschien een beetje een open deur vraag, maar waarom is het zo belangrijk dat professionals meer weten over donorconceptie? Want je kan ook denken, het is een beetje een niche-probleem en ze kunnen ook al naar Fred toe van de Fionn. Ja, het heeft impact op levens van kinderen en van ouders als er ook een donor betrokken is bij dat gezin. En dat is gewoon belangrijk dat professionals dat op hun netvlies hebben. Dat ze daar gevoelig voor zijn, dat ze misschien signalen kunnen oppakken en voldoende kennis hebben dat ze ook de durf hebben om daar een vraag over te stellen. Maar ook in heel praktische zin, hè, wie heeft het niet op de basisschool gehad, een project over familie en stambomen? Dan is het ook fijn dat je weet hebt, sowieso van verschillende gezinsvormen, maar ook juist van donorconceptie, waar dus ook een ouder is die misschien nog helemaal niet bekend is, maar die wel ergens een plek moet krijgen. En om daar een beetje op te anticiperen. Dus ja, het is belangrijk dat professionals dat op hun netvlies hebben. Dat is helder. Ja. Ik zei net misschien een beetje een niche-probleem. En laten we dat eens eventjes toetsen bij de mensen thuis. Dus hoe vaak heb jij in je werk te maken of te maken gehad met kinderen en of ouders uit gezinnen na donorconceptie? Nou, dat is een interessante vraag. Hij is multiple choice. Kunnen ze even peilen hoe vaak het voorkomt? En dat geeft mij ondertussen de tijd om een aantal huishoudelijke mededelingen met de mensen thuis door te nemen. Denk je nou van, nou, ik mis een stuk, ik ben te laat ingehaakt of ik moet even eerder weg. Ik zou vooral blijven kijken, maar het gehele programma wordt nog nagemaild. Komt online te staan, dus dat is terug te vinden. Dan hebben we het programma iets gewijzigd. Het tweede gesprek en het derde gesprek, die allebei zich bewegen rondom het gezin na donorconceptie en in gesprek gaan over dat thema, die hebben we samengevoegd. En ik wil nog welkom heten de betekenaar. Dat is een term die ook nieuw voor mij was, namelijk Lillian Leahy, hier in de zaal. Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Ja. En jij tekent met ons mee. Ja, klopt. Ja, dus we gaan het zien. Af en toe schakel ik even terug naar Lillian om te zien hoe zij de gesprekken die wij hier aan tafel voeren vertaalt naar tekeningen. Dus ik ben onwijs benieuwd hoe die creatieve vertaling eruit komt te zien. Fijn dat je er bent. En dan de interactie, de polvragen, die blijven we zo nu en dan stellen om te kijken hoe de stemming thuis is. En als we dan nu kijken naar de uitslag van de poll, dan is één keer zo'n 11%, af en toe 27%, regelmatig 34%. Dus dagelijks 23. Nou, is dit natuurlijk geen representatieve steekproef. Misschien een lichte bias, maar in ieder geval voor deze groep is het wel degelijk een relevant thema. Dus ik zou zeggen, laten we without further ado de inhoud ingaan. Voordat we dat doen, nog één vraag. Misschien kunnen we even de stip aan de horizon zetten. Fred, wanneer is dit nou geslaagd, dit anderhalf uur samen? Waar bewegen we naartoe? Ik denk dat het, in ieder geval als ik voor mij kijk, geslaagd is, dat we een aantal mensen hebben weten te bereiken die op het moment dat het nodig is, of dat ze denken dat het nodig is, misschien ondersteuning zoeken of de vraag gaan stellen van waar kan ik informatie krijgen zodat ik de betreffende persoon waar ik mee te maken heb, en of het nou een huisarts is of een leerkracht, dat die op dat moment zegt van oké, daar kan ik de informatie in winnen die ik nodig heb om met deze mensen in gesprek te gaan. Nou, dat is een mooie ambitie. Dan gaan we naar de inhoud. En ik kondig al aan, we beginnen eventjes een stapje terug in het verleden. Monique, als we kijken naar KID, hè, het donorschap in Nederland, dan is 2004 is een datum die veel valt. Waarom is die zo belangrijk? Ja, dat is echt een hele belangrijke datum. Want toen ging de wet in werking waarop het vanaf dat moment verboden was om nog anoniem te doneren. We hebben van het verleden geleerd dat niet wenselijk was.
KID werd al gedaan vanuit de jaren 50. Hè, dus we hebben heel lang, het heeft een hele lange historie. En vroeger dachten we, ja, wat niet weet, wat niet deert. Hè. Vertel het vooral niet je kind, vertel het ook niet aan familie of vrienden. Hou het geheim. Maar daar zijn we ja, echt lelijk van teruggekomen, moet ik zo zeggen. En het heeft een tijd geduurd. Het heeft een aanloop van 20 jaar gekend tot die wet er was. En vanaf die datum is het gewoon niet meer toegestaan om anoniem te doneren. En dat is goed. Dus je zegt het is niet meer toegestaan anoniem te doneren. Tegelijkertijd zien we af en toe nog wel eens berichten opduiken uit het verleden dat het nog steeds gebeurt. Gebeurt het nu nog steeds? Of zeg je nee, dat is echt die wet is ingetreden? In Nederland gebeurt het niet. Nee, echt niet. Nee. Ja. Natuurlijk kun je naar het buitenland gaan, maar dat gaan we natuurlijk niet adviseren. En het is helaas nog niet algemeen gedragen in Europa om de anonimiteit af te schaffen. Maar daar gaan we natuurlijk wel hard, daar zijn we hard aan het werk. Ja. Goed, dus in 2004 gezegd, hè, wanneer je naar een kliniek gaat, dan moet die donor bekend zijn. Dat is een belangrijk onderscheid. Hè. Dus wanneer mensen zelf besluiten om naar België te gaan van een ander land, dan kan dat gewoon nog steeds. Wanneer je zelf voor een donor kiest, online bijvoorbeeld, hè, kan dat ook. Even fast forward naar nu. Is alles nu goed geregeld wat jou betreft, Barbara? Wat mij betreft niet, omdat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn in de zin van als we kijken naar spermadonatie, dat is de gigantische opkomst van de Deense spermabanken. Ja. Dat was vorige week nog in het nieuws dat nu ruim de helft van het donorsperma dat gebruikt wordt bij behandelingen in Nederlandse klinieken afkomstig is uit Denemarken. Wat is het probleem daarmee met die de Wat het probleem daarmee is, is dat die Deense spermabanken die houden zich keurig aan de Nederlandse regelgeving. Dus die houden zich aan die wet uit 2004. En in de aanpassing staat er ook dat die donor maar gebruikt mag worden voor 12 gezinnen. Dus dat is mooi. Maar dat Deense donorsperma van diezelfde donor wordt ook naar andere landen geëxporteerd. En zo ga je dus een optelsom krijgen van die 12 gezinnen in Nederland. En ik meen 15 in Duitsland en 6. En dat gaat naar 80 landen in de wereld. Dus als het een beetje donor zal daar tientallen nakomelingen en misschien wel meer dan 100 nakomelingen hebben. Monique, zie je dat als een probleem, die Deense donor? Ja, ik zie dat ook wel als een probleem. Je bent niet anoniem, dat klopt. Hè? Dus er wordt goed aan de wet gehouden. Maar als kind heb je niet veel aan een naam alleen. Hè, je krijgt de naam van de donor. Ja, maar niet alle kinderen natuurlijk. Maar er zullen kinderen zijn die daar echt graag die donor wil ontmoeten. Ja. En dan zal je naar Denemarken gaan. En ik weet niet of... Kijk, nu is Fion hier voor de Nederlandse kinderen. Die begeleidt dat in goede banen. Hè. Die heeft een gesprek vooraf en achteraf voor de ontmoeting. En die kijkt of het matcht ook. Hè. En dan kunnen de angels eruit halen, zouden die er zijn. Maar je weet niet als je als kind alleen afreist naar Denemarken en je wil die donor ontmoeten, wat er dan gebeurt. Ja. Want het is toch wel... Het heeft enorme impact als je toch na jaren nadat je bent geboren in oog komt te staan met je verwekker. Ja. Fred, jij hebt daar zelf mee te maken, hè, vanuit jouw werk met kinderen die in contact komen met de donor. Ja. Heb je dit ook al aan de hand gehad? We hebben nog niet de situatie met de Deense donoren te maken, of daar hebben we nog niet mee te maken, tot op dit moment in ieder geval. De verwachting is wel dat het niet zo heel lang meer zal gaan duren. Maar wel natuurlijk met andere situaties. En dan het voorbeeld wat Monique aangeeft, en ook Barbara zo, van de grote hoeveelheid van kinderen die dan mogelijk zijn. Wat gaat het voor deze kinderen betekenen om te weten dat er misschien nog wel 100 halfverwanten zijn? En beantwoord die vraag eens. Nou, het is niet te overzien wat we nu al zien bij kinderen die bijvoorbeeld, en dan hebben we het over kleine aantallen, je zegt 12 gezinnen. Nou, laten we dan uitgaan dat er 12 tot 24 kinderen uit voortkomen. Dit zijn ook geen normale gezinssituaties, waar je te maken hebt met 20, 22 halfwant of broers of zussen. Dus voor kinderen is het heel moeilijk om daar een vorm aan te geven van hoe ga ik daarmee om. Dan wil ik nog eventjes bij dat ontmoeten blijven. Hè? Want de wet zegt er ook iets over, die wet uit 2004. Kunnen we daar eens op inzoomen, Monique? Wat staat er dan in die wet over? In de wet staat niet, de ontmoeting staat niet in de wet. Of iets over het kennen van de donor? Het is alleen de persoonsidentificerende gegevens van de donor mag je te weten komen als je de leeftijd van 16 hebt bereikt. Daarvoor kan je al beschikken over een anoniem donorpaspoort, waarin gegevens van de donor staan. Bijvoorbeeld hobby's of karaktereigenschappen of
haar kleur, whatever. Ja. Dus om dat even goed even in te laten dalen hoe dat dan werkt. Dus een kind is 12, die gaat dan naar... Ja, waar gaat ze iemand naartoe? Dus je bent 12, veel weet wie je donor is. Gaat zo'n kind naar jou toe? Of gaat nee, komt in eerste instantie niet bond. Komt dan bij de SDKB, de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, donorgegevens.nl. En daar kunnen ze het verzoek doen om het donorpaspoort te ontvangen. Ja, dat is een schriftelijk verzoek? Dat is een schriftelijk verzoek, ja. Ja, ook dat... echt op het moment dat ze 16 jaar worden. De dag dat ze 16 worden. En dan is dus de volgende stap dus dat er dan een donorpaspoort wordt verstrekt. Hè? Als ze... Ja, dit donorpaspoort kan nog eerder 12, verstrekt worden. Hoor. Ook aan de oude, als een vrouw zwanger is, die mag ze al beschikken over het donorpaspoort. Maar zou zij dat niet gedaan hebben, dan kan het kind het zelf opvragen bij de STKB. Op 12-jarige leeftijd. En als het kind 16 is, kan die echt de gegevens krijgen, de persoonsidentificerende gegevens. Ja, snappen kinderen dat altijd, Fred, die dat onderscheidt? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ja, ik ben 12, ik wil weten wie het is. Ja. En dan moet ik nog wachten tot ik 16 ben. Ja. Dus dat lijkt me ook wel een beetje een gekke, harde streep die er... Ja, dat klopt. Nou, sowieso is misschien discutabel de leeftijd van 16 jaar waarop je de persoonsidentificerende gegevens op mag vragen. Volop in de puberteit, afstand van je ouders aan het nemen, wat het misschien ook wat complexer maakt. Maar ja, zo is het op dit moment geregeld. En er wordt wel over gesproken om die leeftijdsgrenzen los te gaan laten. Kijk, alles valt en staat ook met... of er openheid is in het gezin, of er over gesproken is. Hè, groeien kinderen op in de wetenschap van ik ben verwekt via een donor. Dan zien we toch hele andere gesprekken met kinderen dan degene die het niet weten. Dus alleen dat al, die wetenschap van dit is mijn ontstaansgeschiedenis, helpt kinderen om een vorm te geven aan. En dan is het soms ook makkelijker om daarmee om te gaan en... Barbara, kun jij me eens meenemen door de clue aan afkortingen? Hè? Want ik had beloofd dat er wat afkortingen zouden komen. Maar nou, hier komen ze. We hebben de SDKB inmiddels gehoord. Ja. Dus als ik het goed begrijp, een kind of een ouder wil op een gegeven moment toch dat donorpaspoort bemachtigen. Die gaat dan naar de SDKB. Ja. Even de crash course, wat doet de SDKB? De SDKB, de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, die doet eigenlijk de uitvoering van die wet. De WDKB, heb je gelijk nog een afkorting erbij. Ja. De Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. En die SDKB, die registreert dus al die gegevens van die donoren. Dat is ook het aanspreekpunt voor die kinderen als ze hun informatie op willen vragen. En is dat alleen het aanspreekpunt of zit er ook nog een soort psychosociale hulpverlening, maatschappelijk werk? Nee, zij doen niet de hulpverlening. Dat gaat dan weer op momenten dat er persoonsidentificerende gegevens opgevraagd worden. Dus de naam, de geboortedatum en de woonplaats van de donor. Dan komt FIOM in beeld en die helpt dan bij het eventueel leggen van contact en het afstemmen van de verwachtingen van donor en kind. En dat is dus vanaf 16? Vanaf 16, ja. Ja. En welke rol speelt dan in dit hele omveld het LIDC? Het LIDC, donorconceptie.nl, dat is één centraal punt waar alle direct betrokkenen bij donorconceptie betrouwbare, goede informatie kunnen vinden. Dus dat gaat dan is voor donorkinderen, het is voor ouders van donorkinderen, voor donoren, maar ook voor wensouders. Dus mensen met een kinderwens die nog voor het daadwerkelijke gezin staan. En ook mannen en vrouwen die overwegen om donor te zijn, die kunnen daar terecht. En uiteraard ook al die professionals die daar omheen staan, gaan daar ook heel veel interessante informatie vinden. Dat wordt ook vanuit de overheid heel belangrijk gevonden. We zijn niet alleen breed gedragen door het veld, maar worden ook gefinancierd vanuit het ministerie van VWS. Dus in die zin neemt de overheid hier ook echt een verantwoordelijkheid om te zorgen dat die goede informatie beschikbaar is. Wat wij niet doen is persoonlijke hulpverlening. Dus als je een persoonlijke vraag hebt of je wilt met iemand praten ergens over, dan verwijzen wij door naar die organisaties die het LIDC of donorconceptie.nl dragen. En is er ook nog Stichting Donorkind, waar ik zelf ooit betrokken bij ben geweest. Ja. We gaan straks later in het programma ook nog praten met twee leden van Stichting Donorkind. Hoe verhouden jullie zich dan tot elkaar? Dat is ook even voor die professionals die op een gegeven moment toch moeten snappen van wie stuur ik waar naartoe, wanneer? Ja, nou, Stichting Donorkind is natuurlijk een soort belangen- en lotgenotenclub voor donorkinderen. Maar die zijn voor ons een hele belangrijke partner. Juist die ervaringen en dan juist die ervaringen, ook een ervaring van jou als ouder donorkind, en zo zijn er natuurlijk heel veel. Daar kunnen we ontzettend veel van leren. Zij zitten echt op het ontmoeten dan? Zij zitten op ontmoeten en voor een deel zijn ze ook wat hulpverlening aan het ontwikkelen. Maar daar zal straks ook verder over gesproken worden. Dus mensen doorverwijzen voor lotgenotencontacten, dat is vaak al heel waardevol. Dat donorkinderen in contact kunnen komen met andere donorkinderen. Zeker als ze net ontdekken of gehoord hebben dat ze donorkind zijn, komt er natuurlijk heel veel op je af. Dus dat is voor ons is Stichting Donorkind een hele belangrijke partij om mee te praten in het
nou ja, zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is over wat de impact is van de keuze. En misschien in die zin zijn ze ook wel, als ik even in mag spreken, de terechte luis in de pels voor zeker de overheid om de misstanden aan het licht te brengen. Het is ook, denk ik, dankzij al hun inspanningen dat nu heel veel dingen op tafel liggen, dat er ook een landelijk informatiepunt donorconceptie is gekomen. En dat de kinderen nu centraal komen te staan. Ja. En niet de wensouders. Ja. Ja. Voorheen, echt in vroege tijden, zag je eigenlijk alleen maar de patiënten voor je die niet zelf zwanger konden worden. En je wilde alles doen voor hun om die kinderwens te vervullen. Dus zij stonden vroeger centraal. Maar nu staat ook juist het kind centraal. Als we dan kijken naar al die verschillende organisaties, missen we dan nog iets? Of zeg je van, nou, dit is wel een compleet beeld. We hebben ook nog Point. Is ook nog Point, een... Point, dat is niet heel lang geleden opgericht. En dat is een vereniging van alle counselors die zich bezighouden met vruchtbaarheidsproblemen of begeleiding bij vruchtbaarheidsproblematiek. Het is gewoon heel goed dat zij zich verenigd hebben. En dat het ook bij LEDC kan je ook zien, de zorgkaart, waar je in welke regio terecht kan als je problemen hebt met vruchtbaarheid of je weet niet hoe je het gesprek moet beginnen met je kind. Hè? Dus voor dat soort vragen kun je daar terecht. Voor gelijk twee termen waar ik even op in wil gaan. De eerste is de counselor. Ja. Wat is de rol van een counselor? We hebben Fred, hebben we dan als de expert, hebben we ook nog de counselor. Dus... Ja, nou, je krijgt geen psychologische behandeling of therapie. Het is echt begeleiding en informatieverschaffing en een steuntje in de rug. Maar het is uitdrukkelijk niet... Er zijn natuurlijk counselors die wel therapie kunnen geven. Maar het is niet gericht op therapie. Het is echt gericht op begeleiding, hulp, tips om... En ik denk ook tips te krijgen om open te zijn naar je kind toe. En dat is dus counseling voor de ouder, hebben we dan over? Ja, voor de ouders. Ja, precies, counseling voor de ouder. Als ik dan even bij de kinderen stil mag staan. Want we hebben net gehad over de categorie die op een gegeven moment dus informatie wil. Nou, 12 jaar hebben we daar genoemd als leeftijd. Dan hebben we het gehad over 16 jaar, dat je dus die persoonsherleidende gegevens, als ik het goed zeg, dat je die kunt krijgen. Ja. Maar dan zijn er ook nog kinderen die misschien wel zeggen, nou, ik wil met iemand praten, maar ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek. Waar gaan die naartoe? Die kunnen in eerste instantie ook bij ons terecht. Hè? Alleen al om helder te krijgen welke vraag ze mogelijk hebben. Nou, er komt op zeer korte termijn komt er een sociale kaart hulpverlening. Specifiek voor donorkinderen, maar ook voor wensouders en voor donoren eventueel. Dat we toch ook in het verleden hebben gemerkt dat er heel veel vragen bij mensen zijn die niet altijd beantwoord kunnen worden. Het is natuurlijk ook nog relatief nieuw, hè, als we in Nederland kijken. En daar kunnen we mensen ook verwijzen, maar... Er zijn ook kinderen die zeggen van, nou, ik weet dat ik donorkind ben. Welke stappen moet ik nu gaan zetten? En dan kunnen we wel naar een website verwijzen. Maar het is veel prettiger als je iemand aan de lijn krijgt die samen met je nadenkt en je antwoorden op vragen geeft. Die sociale kaart, want daar bleef ik net ook even op haken. Kun je daar wat uitleg bij geven? Wat is dat en wat heeft ook de professional daaraan? Nou, met name voor de professional heel erg waardevol in de breedste zin van het woord. Hè. Ook voor leerkrachten bijvoorbeeld. Een sociale kaart waar hulpverleners op staan die gespecialiseerd zijn op het gebied van donorconceptie. Dus die ook gerichte vragen... Kijk, je kunt zeggen, ik ga gewoon naar een psycholoog. Maar dan wordt misschien niet direct de juiste vraag gesteld die nodig is op dat moment. En de hulpverleners die in onze kaart staan, of de gezamenlijke kaart, zo moet ik het noemen, die zijn daarin gespecialiseerd en zijn daar ook op bevraagd, zo wat hun deskundigheid op dit gebied is. Ze hebben kennis over dit specifieke thema, die kunnen helpen. Ja. U zegt je ook, kinderen kunnen ook bij FIOM terecht. Ja. Hoe ziet die hulpverlening eruit? Want is er misschien wel helemaal geen probleem? Want ik denk dan toch, en dan dring ik toch weer een beetje aan, als we bij de FIOM terecht komen, dan kunnen deze mensen nu allemaal de laptop uitzetten, want het is opgelost. Nou, dat denk ik niet. Kijk, sowieso is het niet dat wij heel gericht zelf als FIOM zijn de hulpverlening geven. Hè. Het is een stukje dienstverlening wat wij doen in de begeleiding van de donoren en donorkinderen, in ontmoetingen die ze met elkaar hebben. Maar met name het krijgen van ondersteuning met vragen waar je misschien zelf geen antwoord op hebt. Hoe ga ik het gesprek aan met een donorkind? Hè, ik weet dat ik een donorkind in de klas heb en hoe ga ik het daarover hebben? Nou, een hele eenvoudige vraag voor ons misschien. Maar wanneer je daar voor de eerste keer voor komt te staan, kan het een hele complexe vraag zijn. Ik wil zo naar Lillian toe voor de tekening. Maar eerst nog even een vraag aan jou, Monique. Er is een aantal zaken veranderd. We hebben een aantal dingen benoemd. Dus de wet is veranderd in 2004. Het type donor is ook een beetje veranderd. De organisatiegraad is veranderd. Want er is dus inmiddels toch wel heel erg veel, maar ook heel erg divers. Als we dan eens kijken naar die zoektocht. Die anonieme donor die bestaat nog steeds. Er zijn nog steeds uitvluchten naar België. Maar het werd ook de andere kant op. Want die anonimiteit is ook niet meer zo
gegarandeerd. Kun je daar iets over vertellen? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de commerciële DNA-databanken. In Nederland is het niet anoniem echt gegarandeerd. Er is geen arts... Nou ja, ik mag natuurlijk... Er zullen geen artsen meer zijn die meewerken aan anonieme donatie. We hebben ook een standpunt bij de NVOG gezegd dat we ook niet, zeg maar, het voortraject, hè, we recepten uitschrijven of echo's doen. We werken niet mee als mensen naar het buitenland gaan voor anonieme donatie van eicel of zaadcel. Dus ja, dat is echt geweest. Maar je hebt natuurlijk nog wel te maken met mensen die uit die tijd komen en nog steeds niet weten wie de donorvader is. En nog daarmee kampen. Ja. Het is natuurlijk een kleine grens tussen hulpverlening en begeleiding. Ja. En dat is natuurlijk een geleidelijke overgang. Maar het zou best zo kunnen zijn dat donorkinderen ook psychologische hulp nodig hebben. Belangrijk dat je weet waar je terecht kan. Ja. Nee, waar ik aan refereerde was, er is een categorie kinderen die dus met een anonieme donor opgroeit. Het is uit het buitenland, maar inmiddels met alle commerciële DNA-databanken is die anonimiteit niet meer zo gegarandeerd. Die bestaat niet meer. Oh, je bedoelt zo? Ja, nee. Ja, en datzelfde geldt voor de... Je kunt denk ik bijna iedereen wel achterhalen als je daarop doelt. Hè? Dus met een swap van je... Ja. Van je welkvlijnvlies kun je naar MyHeritage gaan, naar zo'n DNA-databank. En dan kom je uiteindelijk toch bij Fion terecht. Maar Fred, dan hebben we het hier dus over een wet. En dan hebben we het over leeftijden. Maar hoe gegarandeerd is zo'n 12 jaar dan nog, of zo'n 16 jaar? Want je kan er zelf gaan speuren. Ja, precies. Ja. Ja. Met alle gevolgen van dien wil ik er wel bij zeggen. Hè? Want, want tegenwoordig zijn ze enorm populair, die testen. Bij jongeren met name. Die worden op een verjaardag gegeven. Kun je zien waar een stukje van je herkomst ligt. Niet beseffend dat dat stukje van je herkomst misschien helemaal niet bij de ouders is waar je bent opgegroeid, maar dat het is bij een donor. Nou, dat geeft al aan het belang van openheid binnen een gezin, hè, om het daarover te hebben, om te voorkomen dat kinderen straks met een vraag komen van, wat klopt er niet? Heeft papa een slippertje gemaakt of is er iets anders gebeurd misschien? En dan het verhaal moeten gaan vertellen. Ik wil zo nog wat dieper die praktijken, hè, die jij veel meemaakt, waar jullie ongetwijfeld ook over mee kunnen praten. Maar voordat we dat doen, zijn er nog zaken? Hè? Want we zijn die crash course even aan het doen nu, hè, die punten waarvan je zegt, dat moet je echt weten. Zijn er nog elementen waarvan je zegt, dit wil ik nog echt even benoemd hebben? Nou, ik wil ook nog wel even benoemen dat we hebben het nu natuurlijk steeds over donoren die via klinieken gaan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een donor in hun eigen omgeving zoeken. Dus dat zijn donoren die al vanaf het allereerste moment bekend zijn. Misschien niet bij iedereen, maar de ouders en de donor hebben in ieder geval contact gehad. Zeker bij spermadonatie kan je natuurlijk ook eenvoudig thuis met zelfinseminatie zwanger raken. Dus dat is ook een type van donorconceptie die professionals tegen kunnen komen. Dus het kan soms ook best zijn dat er misschien een donor af en toe een keer meekomt naar een voorstelling op school of wat dan ook. Hè. Dus dat kan allerlei vormen hebben. Dan komen we gelijk dan weer in de definitie kwestie van wanneer is het dan een donor en wanneer wordt het een co-ouder? Precies, ja, op een gegeven moment een donor kan bekend zijn en één keer per jaar langskomen of misschien hebben ze afgesproken dat het contact helemaal pas later is. Er zijn natuurlijk ook donoren die misschien wel wekelijks contact hebben. Ja, en dan dat is een soort grijs gebied. Ja. Op het moment dat je naar co-ouderschap schuift, is het natuurlijk ook niet echt meer een donor. Dan wordt iemand gewoon ook echt een vader. Nee, en als we dan echt een nuance opzoeken, hè, want je denkt dan vaak bij dit type donoren aan de Jonathans. Hè. Ik ben een groot artikel in New York Times, maar ook andere kranten, hè, over deze donor die honderden, zo niet meer kinderen hadden. Maar dat is dan een uitwas, hè, want dat beeld moeten we dan nuanceren. Ja. Dat is echt een uitwas, want ik denk dat er ook heel veel situaties zijn waarom mensen gewoon vanuit een vriendschappelijke relatie die ze met elkaar hebben, elkaar willen helpen, kleinschalig, de menselijke maat, iemand willen helpen met een kinderwens en dat bij één of twee vrouwen doen. Ja. En ik denk dat dat ook een hele mooie vorm is. Maar die die valt een beetje buiten het gesprek wat we tot nu toe hebben gehad, maar wel belangrijk ook om ook te benoemen. Goed, om die aanvulling te maken. Laten we naar de tekening gaan, want ik ben heel erg benieuwd hoe het ervoor staat en hoe dit gesprek tot nu toe samengevat is. Wat elke professional moet weten over donorconceptie, die werkt met kinderen, ouders en gezinnen. Jij ziet dichterbij dan ik, Barbara. Donorkind, maar inmiddels ook een aardige brilsterkte. Dus dat kan ingezoomd worden. Kijk, donorconceptie in Nederland. Kijk, wat is er veranderd? Ik zie jou vooral. Hè? Ja, een donorkind ben je voor altijd. Hè? Ja. Ook, ook als je 42 bent. Ja. Een donor ben je ook voor altijd. Hè? Ook 2004. Als je donor bent, is het een lifetime commitment. En dat moet ook goed gecounseld. Donoren moeten ook goed gecounseld worden.
En ook weten waar ze aan beginnen. Dus ik denk als er één rode draad is die we nu in ieder geval met z'n allen tegenkomen, is dat een veelomvattend thema is met veel verschillende spelers. Ja. Met ouders, met donoren, met halfbroers en halfzussen. Is er nog een element, Barbara, dat je daaruit wil lichten? Nou ja, die 2004 was een hele belangrijke datum. Hè. Ik denk dat om die wet de organisaties, ja. Fred? Nou, misschien zou ik eruit willen lichten. Hè. Ik zie inderdaad de Deense donoren daar staan en de DNA-testen. Als ik dan kijk waar we, denk ik, ons allemaal wat zorgen over maken, zijn het met name die onderwerpen. Hè. De hoeveelheid kinderen die er mogelijk bij de Deense donoren zijn. De hoeveelheid landen waar wij en waar de kinderen mee te maken gaan krijgen. En die DNA-testen, wat we toch regelmatig zien, kinderen die aanbellen of contact opnemen en door bij toeval zijn achtergekomen dat ze donorkind zijn. Ik vind het heel verdrietig om dan die kinderen te woord te moeten staan. Wel fijn dat we ze iets kunnen bieden, maar hoe fijn zou het zijn geweest als die openheid er was geweest. Ja. Monique, vanaf hier zie ik de eiceldonor niet direct nog tussen staan. Heb je daar nog een aanvulling over het thema? Maar ja, de eiceldonor is natuurlijk pas vanaf de jaren 80 toen we IVF gingen doen. En toen dachten we al genuanceerder over zaken. En een eiceldonor is in feite altijd bekend. En dan heb je deze problemen niet. Want tenzij je het ook verborgen houdt voor je kind natuurlijk. Dat moet je... Dan krijg je toch weer zo'n geheim in zo'n gezin, niet fijn. En pas 10 jaar geleden konden we eicellen ook invriezen. Dus kon je ook een eicelbank maken. Maar ja, nu weten we, met de eicelbank hebben we het helemaal goed gedaan. Dat is ook een keertje goed nieuws, toch in dit thema. Dat er ook een keer iets goed gaat, zou ik willen zeggen. Ja, heel fijn. Fred, ik wil met jou inzoomen op de dagelijkse praktijk. Ja. Want jij hebt te maken met... donorkinderen die op zoek gaan of die een ontmoeting willen. Is er een soort rode draad te ontdekken met een vraag die je daar ziet spelen? Ja, de vraag eigenlijk die bij alle kinderen speelt is... lijk ik op en heb ik bepaalde eigenschappen van deze persoon meegekregen? Hè, die ze in hun gezin waar zijn opgegroeid niet herkennen of niet terugvinden of missen. Mm-hmm. En daarna op zoek zijn. En wat ik eigenlijk ook altijd hoor wat de kinderen heel belangrijk vinden... wat is de motivatie van deze man geweest? En dan willen, je wilt gewend zijn geweest. En wat ik toch bij een heel aantal kinderen helaas ook merk, is dat ze op bepaalde momenten in hun leven het gevoel hebben gehad van er klopt iets niet. Nou, doordat de openheid er niet is geweest. En later ook kunnen plaats van, nu begrijp ik waarom mijn vader zo op mij reageerde. Soms, ik heb van de week helaas weer het voorbeeld gehoord van iemand die zei van ja, in een dronken bui heeft mijn vader tegen me gezegd van... Je bent niet mijn kind. En eigenlijk had ik je ook niet willen hebben. En dan denk ik van, als je dit als kind meekrijgt... dan ben je zeker ook bij een donor op zoek... naar iemand die vanuit een bepaald altruïsme... vanuit een bepaald iets willen bieden aan andere mensen... die keuze heeft gemaakt om te doneren. En dit ook in het gesprek, als je die persoon tegenkomt... kan laten merken en ook heel erg geïnteresseerd is in die persoon. Dat is een complexe problematiek waarbij eigenlijk veel meer speelt... dan die afstammingsvraag, waarbij ook nog een keer zaken in het gezin eigenlijk die niet goed zitten meekomen. Zeker, ja. En het is niet allemaal een probleem, hè, voor de duidelijkheid. Maar zeker wel zitten die vragen bij kinderen erbij. En in die zin ook het belang van een goede counseling van tevoren. Willen alle twee deze ouders wel echt een kind via een donor krijgen? Of voelt het voor een man toch als heel complex om het kind van een donor op te voeden? Nou, heb ik zelf mijn donor ooit ontmoet. Aha. En hij noemde dat het moment suprême, dat hij eindelijk zijn donorkind zou ontmoeten. Dat zat in zijn hoofd. Jij bent bij dit soort ontmoetingen. Ja. En ongetwijfeld is de ene ontmoeting anders dan de ander. Maar kun je, en daar ben ik heel benieuwd naar, kun je ons eens meenemen in hoe zo'n ontmoeting gaat? Ja. Mag ik eerst één vraag aan jou stellen? Ja, zeker. Hoe was dat moment dat hij tegen jou zei dat dit zijn moment suprême was? Ja, ik voelde dat voor jou? Nou, dat voelde voor mij als een extra bonus. Want ik had er helemaal niet op gerekend. Ik dacht van, nou, die man die heeft gewoon zijn werk gedaan. Ja. En dat hij daar nog ook een soort van emotie bij had. Dat vond ik heel bijzonder. Ja, ja. Terug naar jou. Ja, nou, daar wil ik ook op aansluiten. Omdat dat hetgeen ook is wat wij natuurlijk zien. Hè, in de gesprekken die we hebben met donoren vooraf. En er zijn inderdaad mannen ook geweest die zeiden van... nou, het was leuk om wat bij te verdienen. Terwijl in de loop van de tijd ik ook wel van mannen hoor... Ik heb er toch wel regelmatig over nagedacht. Hè? Van hoeveel kinderen zijn er gekomen? En
zie ik in die kinderen iets van mezelf terug? Of zijn die kinderen geïnteresseerd in mij? En dan op het moment als wij de kinderen natuurlijk zien, nou, die zitten met allerlei vragen, vinden het ook ontzettend spannend. En het moment van de ontmoeting, als die daar is, we hebben een voorgesprek gehad met alle twee om te kijken wat de wensen en de verwachtingen zijn. Ja, het moment van de ontmoeting blijft altijd heel erg bijzonder. Ik had van de week een ontmoeting bij ons op kantoor. Ook heel mooi, een hele, hele attente donor ook. En die zei ook tegen het donorkind van, nou, ik heb nog niet eerder een kind gezien wat zoveel overeenkomsten heeft en waar ik mezelf ook in terugzie. En nou, ik zag hem met een big smile daar zitten. Dat ik denk van, ja, dit is ook wel zo belangrijk om te weten van, je bent ook welkom bij deze persoon. En wat is de rol van de begeleider daar? Want je zou ook kunnen denken van, dit kan prima zonder begeleider, ja, maar ja, jij bent daarbij. Dus ja, ja. Nou, voor ons is met name in het voortraject kijken van wat zijn dus de verwachtingen? En zijn die verwachtingen ook realistisch ten opzichte van elkaar? Wij krijgen ook te maken met kinderen die op zoek zijn naar een vaderfiguur. En een donor is niet een vaderfiguur, is iemand die heeft gedoneerd in het verleden, ook iets wil betekenen voor kinderen, hè, want anders had hij zich niet ingeschreven in onze databank of niet opengesteld, zeker voor 2004, om informatie te verstrekken. Maar die kinderen kunnen soms daar hele andere verwachtingen in hebben en dan gaan we het daar zeker ook over hebben. Soms zelfs zo dat we zeggen van nou, dit moment is niet geschikt voor een ontmoeting, want je hebt zo'n verwachtingen die niet overeenkomen. Ik heb een keer een gesprek... Dus ik onderbreek je even, ja, tuurlijk. Een ontmoeting is dus niet altijd het einddoel? Nee, is niet altijd het einddoel. Wat we nu bijvoorbeeld ook merken met de kinderen van na 2004, we merken dat we ze moeilijk kunnen bereiken op dit moment. Op het moment dat we contact opproberen te nemen, horen we helemaal niets. En mogelijk heeft het ook te maken met het feit dat kinderen te horen krijgen van, ze doen een verzoek, ze willen de persoonsidentificerende gegevens hebben. En krijgen dan ook te horen dat er contact met de donor wordt opgenomen. En misschien gaat op dat moment pas spelen van, Hoort een persoon bij. En met die persoon wordt contact opgenomen. En misschien zijn er wel verwachtingen naar mij toe. Terwijl dit kind misschien alleen maar een foto wilde hebben. Dus vandaar ook dat die voorgesprekken zo ontzettend belangrijk zijn. Ik wil afronden met een vraag die gaat over een advies, hè, aan de mensen die nu kijken en die er ook mee te maken krijgen. Want nou ja, jullie hebben vanuit jullie professie kennen dit thema goed. Nou, we hebben in ieder geval geprobeerd een aantal basics mee te geven. Tegelijkertijd is het een enorm veelomvattend onderwerp. Gaat het ons nooit lukken om alles mee te geven? Hè, en in dat licht zeg ik ook, stel trouwens ook echt de vragen. Dus als je dingen wil weten, stel ze vooral. Maar laten we toch eens proberen om echt eens een advies mee te geven. Dus stel je bent een advocaat of stel je bent een docent of je bent een andere professional die daarmee te maken krijgt en dat donorkind staat er of die ouder staat er. Wat is dan de tip? Wat je zegt, dat wil ik echt meegeven. Wat ik mee zou willen geven is oprechte interesse in de personen en oprecht vragen stellen. Van tevoren hebben we nog met wat mensen aan praten die een achtergrond hebben als donorkind en dat er soms hele ongepaste vragen of opmerkingen geplaatst worden. Als je iets wilt weten, als je iets wilt betekenen, ben dan oprecht en stel oprechte vragen. Dus wees oprecht. Kort nog even, Barbara, wat is het advies wat je mee wilt? Nou, ik denk ook een beetje weten waar het over gaat. Ja. En dat hoeft helemaal niet de details te zijn, want het is natuurlijk heel veel. Maar het feit al dat je dit symposium hebt gevolgd, heb je al een beetje een beeld. En dat geeft ook een soort erkenning aan die ouders en aan die kinderen. Ja. Want er zijn genoeg reacties ook als het onderwerp ter sprake komt, dat mensen er bijna een beetje van schrikken of er raar over doen. Of... Dus informeer je, dat is hem eigenlijk. Hè? Zorg dat je enige kennis van zaken hebt. En stel nou dat ze dus denken na dit symposium, van, nou, ik wil nog wel meer informatie weten, waar zou je dan terecht kunnen? Ja, donorconceptie.nl. Kijk, heel goed. Heel goed. En Monique, tot slot. Ook jij vanuit je professie heel lang al met dit thema bezig. Ons even in sneltreinvaart door de historie geloodst. Wat is vanuit jouw optiek dat je zegt van ja, dit is er wel echt eentje, knoop dit in je oren? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je echt achtergrondkennis hebt. Want je moet niet zomaar een gesprek aangaan, want dan kan je ook weer precies de verkeerde vragen stellen die misschien ongepast zijn of iemand overvallen. Dus als je er veel van weet, en stel vragen inderdaad. Het is een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, want daar gaan we het over hebben. Wat zijn dan die vragen die je moet stellen? Hoe ga je dat gesprek aan? Ik wil jullie heel erg danken voor dit gesprek. Heel fijn. Dank jullie wel. Volschuiven Marja Visser en Sarah Koster. En ondertussen ben ik ook nog even benieuwd hoe die tekening eigenlijk afgelopen is. Want die hebben we net eventjes hebben de tussenstand gezien. Maar inmiddels is de tekening al een stuk verder. En in al zijn veelzijdigheid zien we hem daar
zien we hem daar voor ons. En nog steeds voor mij iets, kan hier een beetje ingezoomd worden, want ik, misschien ben ik hartstikke kippig, maar ik zie het gewoon echt niet zo goed. Ja, steeds weer de Deense de Noren, inderdaad een facet dat benoemd is, maar daarbij dus de aantekening dat er ook nog heel veel andere soorten de Noren zijn. Nou, daar gaan we het ongetwijfeld ook nog over hebben. Ken de achtergrond, stel oprechte vragen. Ja, en jongeren gaan zelf op zoek. Dus leuk wat we met z'n allen in 2004 bedacht hebben, maar die realiteit, die praktijk is dus veel weerbarstiger. Bij mij aan tafel Marja Visser, counselor en therapeut, meer dan 20 jaar verbonden als counselor bij het Centrum van Voortplantingsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, toen nog AMC, vermoed ik. Ja. En in 2018 gepromoveerd op een onderzoek naar de psychosociale begeleiding van donorconceptie. Sarah Koster, kinderwenscoach, en je geeft nascholing aan professionals die met ouders en kinderen in niet-traditionele gezinnen werken. Waar moet ik dan aan denken bij niet-traditionele gezinnen? Ja, ik noem het zelf liever gezinsvormen van nu. Ik hou ook niet zo van anders. Of het is eigenlijk diversiteit in gezinsvormen. En ik denk dat iedere professional die met gezinnen werkt, dat het belangrijk is dat hij gewoon meer kennis heeft van allerlei gezinsvormen. En waar ik dan de trainingen over geef is donorconceptie en intentioneel co-ouderschap en draagmoederschap. We gaan het met elkaar hebben over in gesprek gaan over donorconceptie. Hoe gebeurt dat in het gezin, maar ook hoe gebeurt dat ten opzichte van de professional? Hoe ga je daar zelf mee om? En ik wil eerst graag starten met een polvraag. Wat is in het... Kan een kind zich net zo hechten aan de genetische als een niet-genetische ouder? Dat is gelijk een interessante vraag. Kan je daar net zo aan hechten als aan de niet-genetische ouder? We gaan zien hoe daar thuis over gedacht wordt. Marja, nog eventjes bij jou, counselor en therapeut. Nou, een breed begrip. Wat is jouw betrokkenheid bij dit thema? Ik ben heel lang als counselor verbonden geweest aan het AMC. En daar ben ik een beetje doordesemd geraakt, zeg maar, met alles rond donorconceptie. De begeleiding van wensouders die met ontzettend veel vragen komen over wat ze kunnen verwachten. Over het spannend dat je niet weet wie de donor is. Maar ook hoe moet je dat goed doen naar je kind als je op deze manier een gezin gaat krijgen. En vooral dat laatste, dat is toch wel een op heel verschillende manieren een zorg die, die wensouders hebben. Ja, het is vanuit jouw rol eigenlijk een uniek inkijkje in die gezinnen. Ja. Kun je ons daar eens in meenemen? Van waar krijgen gezinnen mee te maken na donorconceptie? Op een gegeven moment is het kind er. Ja. Ja, en dan zou je ook kunnen denken van nou, dan is het eigenlijk, dan is het kind er en dan is die donorconceptie geweest en dan gaan we over tot de orde van de dag. Dan is het een gewoon gezin. Nou, eigenlijk ook wel. Ik moet gelijk denken, we hebben voorleesboekjes geschreven, een bijzonder gewoon gezin heette die. Dus het is een gewoon gezin, maar het is ook bijzonder. En het is bijzonder omdat in gezinnen waarbij de man onvruchtbaar is, in een hetero gezin, dan is er één niet-genetische ouder en één wel-genetische ouder. En er is een donor. Als twee vrouwen een kind krijgen, dan is er ook een genetische en niet-genetische ouder en een donor. En dat is dan die is weer wel-genetisch afhankelijk, betrokken bedoel ik. Mm-hmm. En de solomoeders die kinderen krijgen, daar is niet een opvoedvader aanwezig in het gezin. Dus dat zijn thema's waar mensen zich zorgen over maken. En als je... Hoe wil je daar zorgen over maken? Wie maakt zich daar zorgen over? Nou, hoe zal een kind wel van die niet-genetische ouder gaan houden? Of kan ik wel van een kind gaan houden wat niet genetisch van mij is? En de genetische ouder, die maakt zich daar soms ook zorgen over. En er zijn allerlei ideeën over dat de genetische ouder zich beter zou kunnen hechten. Waar hechting eigenlijk niets te maken heeft met afstamming, met genen, maar met je hart, met de liefde. Als je hart opent voor een kind, dan gaat een kind ook van jou houden. Maar als je daar onzeker over bent, of een kind wel van jou gaat houden, dan belemmert dat soms om echt open van je kind te houden. Ondertussen is de polvraag, is de uitslag is binnen, kan een kind zich net zo hechten? Ja, daar zegt wel een overweldigende meerderheid, zegt ja. En dan zegt hij toch ook iemand nee? Nou, ik kijk gelijk eventjes naar jou, hoe jij naar deze uitslag kijkt, Sarah. Nou, het is wel een onderwerp waar wel misverstanden over zijn. Maar ik ben wel blij dat de meeste mensen, nou wel maar 90%, toch niet iedereen, dat genetische zo belangrijk denkt te vinden. Daar is wel een misverstand over. En wat is het misverstand?
Nou, Marja noemt het altijd heel mooi de angst voor liefdesverlies. Ik heb er altijd wat meer woorden voor nodig. Dan heb je twee wensouders voor je en dan denken ze, ja, het kind kan 100 liefde geven aan de ouders. Ja. Dan krijgen we allebei 50. En als er dan een donor is, ja, die moet dan ook 10 krijgen. En dan moet ik als niet-genetische ouder 10 inleveren. En dan heb ik nog maar 40. Zo voelt het voor hun. En dan leg ik altijd uit, in Marja's korte bewoording, ja, dat die angst voor liefdesverlies gewoon onterecht is. Liefde is grenzeloos. Het kind kan echt van beide feitelijke ouders houden. En daarnaast ook nog liefde voelen voor een donor. Of dat nou een spermadonor of een eiceldonor is. Dus je zegt eigenlijk dat de opvoedende ouder, die niet de biologische ouder is, die hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken over dat daar een gebrek aan liefde is. Omdat er geen verwantschap is in biologische zin. Klopt. En als diegene zich zorgen maakt, dan raad ik diegene aan om daarover in gesprek te gaan met iemand. Want als je daar heel krampachtig over bent, dan gebeurt het dus. Ja. Dus ja, die rouw mag er zijn. Ook de partner kan daarom rouwen. Hè? Dat is als dat je dus heel graag wil dat jouw partner de biologische ouder is, maar dat het niet kan. En dan is het gewoon heel fijn als je daar met iemand over in gesprek kan. Ja. En wat we dus aan professionals mee willen geven, van als je nou ziet dat je werkt met een gezin en je merkt dat er dit soort problematiek speelt, dan hoef je dat niet eens als professional zelf op te lossen. Mm-hmm. Maar als je het registreert, dan kan je daarna zeggen, nou, kijk eens op donorconceptie.nl of kijk eens bij Point voor een goede counselor. Dan weet je hopelijk na deze webinar ook wat wegen te bewandelen om die mensen te helpen. Ja. Want als je daar heel krampachtig in bent, dat is ook niet fijn. En wat bedoel je met krampachtig? Nou, als je dus heel erg zorgen maakt van, ja, maar ik ben niet de biologische ouder. Stel, we gaan uit elkaar. Ben ik dan nog wel moeder van dit kind als ik niet de biologische moeder ben? Dan ben ik toch even advocaat van de duivel. Dan richt ik me even tot Marja. Want je kunt zeggen van, nou, die liefde in dat gezin, die is er ongeacht of er een biologische band is. Dat is onvoorwaardelijk. Maar er is ook een buitenwereld die ook een mening heeft. Er is ook een buitenwereld die zich daar mogelijk in gaat mengen. Hoe kijk je daar dan naar? Nou, dat is mooi dat je dat vraagt. Een van de dingen die lastig is voor mensen om het gezin heen, is dat die daar iets van vinden. Als die vinden, een juf op school of op het consultatiebureau of een huisarts of wie dan ook, die zeggen, ja, maar ja, dan die niet-genetische ouder, dat is toch niet je echte ouder. Ja. En voor kinderen is dat onbegrijpelijk. Want die ouder is een echte ouder. Want die voedt op, die heeft zijn hart geopend voor dat kind. En dan raakt een kind in de war of mensen voelen zich bezwaard, weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is ook een van de redenen dat we het zo fijn vinden dat we dit webinar hebben. Dat we zouden tegen alle professionals wel willen zeggen, wie voor een kind de echte ouder is, is de echte ouder. En een donor kan ook nog voelen als een echte ouder. Ja, je kan drie echte ouders hebben, ja, of meer. Ja, en dan is er toch nog, ik blijf toch eventjes hangen op die boze buitenwereld. Ja. Want we kunnen hier natuurlijk heel erg preken voor openheid, maar tegelijkertijd is misschien die buurvrouw die zich erbij bemoeit, of die sportclub die er iets mee van vindt, ook wel een argument om te zeggen, wees er maar niet zo open over. Als je eigenlijk vraagt het, als je een kind gaat krijgen met donorconceptie, dat je een soort extra jas aan kan doen waarmee je jezelf kunt beschermen tegen die buitenwereld. En eigenlijk hoe opener je bent en hoe makkelijker je daar onderling in het gezin over praat, hoe sterker je eigenlijk ook bent naar de buitenwereld. Dat je kan zeggen, ja, u ziet het zo, maar voor ons is het hoe wij het zien. Ja. En dat is wat ons past. En jij bent hier mee eens. Ja. We deden tegelijk onze mond op om te praten. Dus toen moest ik even lachen. Ik vind het ook belangrijk dat het verhaal wat het kind weet, zeg maar, dat ook past met de buitenwereld. Mm-hmm. En dat wat je kind vertelt, het is niet dat je je kind vertelt, je bent van een donor. Maar je zorgt dat het vanaf dag 1 dat weet. En dat het verhaal meegroeit met wat het kind aan kan. Maar ook wat je de buitenwereld vertelt. Niet dat het kind op school dingen hoort die het niet wist of andersom. En ik vind het ook altijd belangrijk om te noemen, het kind is niet de ambassadeur van jouw gezinsvorm. Die hoeft niet uit te leggen waarom jij die keuzes hebt gemaakt. Dus die tip die hoorde ik in de podcast DNA zaten van Jul, dat haar moeders gewoon zeiden tegen haar van, nou, je antwoordt gewoon, ik heb twee moeders. En de rest vraag je maar aan mijn moeders.
Dus het, en dat vond ik ook wel een goede tip. Het kind is niet de ambassadeur van de gezinsvorm. Nee. Ja, nou, dat is een terechte opmerking. Ja, dan vragen van het kind. Hoe ga je daarmee om? Want een kind kan natuurlijk van alles vragen, maar voor alles is ook een leeftijd, hè, wat het juiste moment is. Dus hoe kijk je daarnaar? Want je hebt het over die openheid, maar sommige openheid is misschien ook wel weer te vroeg. Ja, daarin, door alle vragen die wensouders mee stelden, ben ik gaan leren dat elke leeftijd is lastig om iets over tegen je kind te zeggen. Omdat die angst voor liefdesverlies, bang dat je de liefde verspeelt van je kind, of dat het iets doet met de loyaliteit, maakt het moeilijk. Vanaf scratch, het vertellen aan je kind, zeg maar, aan je baby in de wieg. We konden jou samen niet krijgen, of ik kon jou alleen niet krijgen. Er heeft een donor geholpen, of een donor papa heeft geholpen. En daar zijn we heel blij mee. Dus dat is een soort introductie van de donor naar het kind, waardoor je, als je dat hardop tegen je kind zegt, dan oefen je als het ware zelf om het hardop te zeggen en het waar te laten zijn. Alles wat je hardop zegt, wordt meer waar. Waardoor je het minder lastig gaat vinden. En dan merk je dat je kind nog net zo lief naar je kijkt en dat het prima vindt. En als je wat groter, je kind wat ouder wordt, dan kan je ook wel vertellen dat het over zaadjes en eitjes gaat. En dat er, hoe dat verder technisch in elkaar zit. Anne Schrijvers en ik waren collega's bij het AMC. Hebben samen een boekje geschreven. Ja. Twee boekjes voor elke categorie ouders, twee van boekjes van 0 tot 3 en van 4+. Een bijzonder gewoon gezin. En het eerste boekje gaat over de introductie van de donor vanaf babytijd. En ja, vanaf 4, 5, 6, dan ga je wat meer over misschien nog de dokter en een zaadje en een eitje en hoe dat werkt vertellen. Ik kom een vraag bij, dat is wel een interessante, van Paula Hoebe. Die vraagt, is er een onderzoek geweest naar hoeveel procent van de wensouders open zijn naar het donorkind? Is dat kennis die wij hier paraat hebben? Nee. Ik kan nog even, er zit een hoop kennis hier achter in de zaal. Dus ik zou zeggen, als jullie het weten, hou even een briefje omhoog. Dan weten we hoeveel procent dat is. Dat is wel inderdaad een goede vraag. Van, ja, hoeveel procent is eigenlijk open? Maar we weten niet eens hoeveel donorkinderen er zijn. Zeker van voor 2004. Dus er is zoveel niet bekend. Ik zou wel heel graag willen dat alle ouders, ook van vroeger, maar ook van nu, gewoon open en eerlijk zijn. En daar kan je als professional natuurlijk ook tegenaan lopen dat het een gezin is waarbij dit onderwerp speelt en ze het nog niet aan hun kind verteld hebben. Dan hoop ik ook dat die na dit webinar geholpen worden in de richting van hulpverlening. Wat ik wel heb gemerkt in het AMC, dat toen de wet er net was, sprak ik veel meer wensouders die zeiden, we weten niet of we het wel gaan vertellen of we willen dat niet doen, want dat vinden we te ingewikkeld voor ons kind, maar eigenlijk vonden ze het zelf te lastig. Maar in de loop van de jaren waren er steeds meer ouders die het vanzelfsprekend vonden om er met hun kind over te hebben, die geen geheim wilden hebben. Ze werd eigenlijk steeds normaler. Ja. We hebben dus een enorme diversiteit. En we gaan het hier niet inzoomen op de alternatieve, de niet-traditionele gezinnen. Of, je had er een andere, betere term voor. Gezinnen van nu. Maar laten we er toch wel even bij stilstaan. Is dat daar nog een extra complexiteit om open te zijn? Of een extra complicerende factor? Of zeg je van, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit om wat voor type gezin het gaat? Daarmee bedoel je als het een vrouwenstel is of een mannenstel? Ja, dus is het dan nog lastiger om open te zijn en om daar een makkelijk gesprek over te voeren? Of merk je dat dan eerder het beetje binnen het gezin de deuren dichtgaan? Nou, ik zou daar niet een algemene uitspraak over willen doen. Maar wat ik zie is, als vrouwenstel leg je natuurlijk makkelijker je kind uit dat er iets ontbrak bij de twee mama's. Ja. En bij de twee papa's ook. Ja. Dus, wat ik daar wel weer zie, is dat je dan dus een vrouwenstel hebt die zegt, we wachten wel tot het kind vragen stelt. Die vragen komen vanzelf. Want ze merkt wel dat er geen papa is en gaat er wel naar vragen. En dat raden we dus ontzettend af. Van wees vanaf dag 1 open. Want op het moment dat je kind vragen heeft, dan heeft het een vraag. Ja. Terwijl dat niet had gehoeven. En die vraag komt misschien ook wel van buitenaf. Een kind op school wat vraagt, maar heb jij dan geen papa? En dan gaan ze iets verzinnen. Ja, ik heb een vader en die woont in Denemarken en die heeft een chocoladefabriek. Ja. Dan heb je even iets niet verteld wat misschien wel handig was om dat wel te vertellen. Marja deelde net haar perspectief en hoe je dat gesprek aangaat. Hoe kijk jij daarnaar? Wat is een goed moment om het te brengen en hoe voer je dat gesprek?
Ja, wat ik belangrijk vind, ik vind altijd belangrijk dat je geen aannames doet. Mm-hmm. En dat je aan een gezin vraagt hoe zij het noemen. Zij hebben er woorden aangegeven, zij hebben er taal voor gekozen. Het ene gezin zal het woord donor gebruiken. Bij de andere is het een bekende donor en heet die Henk. En bij de andere is het een bekende donor en heet die papa. Dus je vraagt hoe het gezin het noemt. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor transouderschap of mensen die non-binair zijn. Vraag dat, noteer het. Zorg dat je dat de volgende keer ook zo zegt. Als je een keer vergist, is dat helemaal niet erg. Dan zeg je, oh, sorry. Ik weet dat je als die dienst aangesproken wil worden, maar ik vergiste me even. Check wel dat het kind het niet opgedrongen krijgt. Dat als het kind eigenlijk papa zou willen zeggen tegen de donor en de ouders zeggen nee, het is Henk. Ja. Dat je daar ook dat je die voelsprieten ook hebt en het dan bespreekbaar maakt. En dan dus als ouder comfortabel genoeg bent. Dan komen we weer terug bij dat loyaliteitsconflict of bij die angst. Dat je dus niet bang bent van oh jeetje, hij noemt of zij noemt de donor papa, dat moet ik terugduwen. Ja. Nee, dat is heel belangrijk. En dan ga je altijd weer naar de waarom-vraag. Je gaat altijd weer een laagje dieper. Maar als jij er als docent achter komt, hoef je niet de therapeut van dit gezin te zijn. Maar dan zeg je, joh, na het zien van dit webinar, van kijk eens op donorconceptie.nl of kijk eens voor een counselor bij Point. Het kan je helpen. Het is niet dat je in therapie gaat dan. Je wordt gewoon heel praktisch geholpen door mensen die hier ontzettend veel ervaring mee hebben. Zullen we even naar de tekening gaan? Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken hoe dit vorm begint te krijgen. Dus de gesprekken die binnen het gezin plaatsvinden. En dan bewegen we langzaam de gesprekken tussen het kind, de ouders en de professional. En ik zie hem nog niet. Ja, dat is een beetje te klein voor mij. Laten we nog even doorpraten, dan komt hij zo op het grote scherm. Want we hebben het over de rol. Ah, daar. Daar is hij. Maar wees open vanaf dag 1. Nou, dat is inderdaad. Als we nou een les uit dit gesprek moeten halen, dan is dat er zeker eentje. Hè? Schrijven we mee. Wees open vanaf dag 1. Liefde is grenzeloos. Nou, dat is ook een hele belangrijke highlight. En de ouders zonder genetische verwantschap hoeven niet bang te zijn, maar rouwen mag. Ja, en de donor hoort erbij in je gezin. Staat die er ook al tussen? Die staat er denk ik nog niet. Kijk, ja, ik zie nu, wil je heel snel meeschrijven, dus die wordt er nog aan toegevoegd. We hebben het over het belang van taal hè, en welke woorden je gebruikt. Dan gaat het ook over het stellen van vragen. En dat is ook iets waarvan je zegt, daar moet je ook in ieder geval behoedzaam in zijn. Kun je dat eens uitleggen? Ja, nou, zeg maar, ik kan een voorbeeld noemen. Ik co-ouder zelf met een homo stel. De vraag die ik het meeste krijg is hoe de bevruchting is gegaan. Dat is vind ik in de serie. Serieus? Ja. Vragen mensen dat echt? Ja, maar dat is algemeen ook. En ook de vraag wie is de echte vader? En dan waarschijnlijk met de beste intenties willen ze weten wie de biologische vader is. Maar ja, ik noem het altijd dat er drie soorten vragen zijn. Je hebt een bepaald beroep, je hebt een bepaalde professie. Ja. Daarin heb je contact met dat gezin en er zijn vragen die je moet stellen. Als jij huisarts bent, is het belangrijk om te weten wie de biologische ouder is. Ja. Maar als docent op school niet. Dus stel de vragen die passen bij je band met die mensen. Dat is categorie 1. Categorie 2 is... Functionele vragen. Ja. Categorie 2 is, je bent eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja. En dan breng je dat ook non-verbaal en verbaal. Goh, vertel. Gebaar er ook bij van, nou, ik ben geïnteresseerd. Mm-hmm. Ook niet meteen zeggen, goh, dat is wel heel dapper wat jij gekozen hebt. Een beetje paternalistisch. Ja, zo van, het is wel heel dapper dat jij van 5 hoog naar beneden wil springen zonder dat er een matrasje beneden ligt. Maar... Dus er moet niet al een boodschap in de vraag zitten. Hij moet zo open mogelijk en je straalt het ook uit. Dan gaat het gezin vertellen. En er zijn ook ongepaste vragen. Dat is categorie 3. En dat is inderdaad, ben je niet bang dat je kind ook gay is? Of je mening daar. Weet je, als het kind heel duidelijk aangeeft, dit is de donor, maar mijn kind noemt hem papa. Dan hoor je als professional niet te zeggen, ja, maar het is toch maar een donor. Nee, dus dat is eigenlijk de rol die je dan gewoon niet hebt. Dat is meer het ventileren van je eigen mening. Ja. Gewoon open vragen stellen. Hoe kijk jij ernaar? Ja, daar ben ik het erg mee eens. Ja. Dat je, ja, je kan als ouders kan je voor een bepaalde benaming kiezen. Mm-hmm. Het is dan even niet wat de buitenwereld doet. En als je kind op een ander moment, als je begint te zeggen van, goh, je hebt ook nog een donorpapa, die heeft ons geholpen. En een kind zegt later, ik ga niet papa zeggen, want ik heb al een papa, of ik wil hem geen papa noemen. Beweeg dan mee met je kind. Hè? Ja. Dat een kind zich ertoe mag verhouden. Dus je mag best ergens mee beginnen, maar uiteindelijk moet je weer ook weer naar je kind luisteren. Ja. En wat ik bij hele jonge kinderen, die snappen niet, vaak niet dat ze geen papa hebben.
Zo'n groepje kleuters die daar zegt er eentje van... Goh, waar is jouw papa? Ik heb geen papa. Ja, maar waar is jouw papa dan? Weet je, die, ergens moet die papa zijn. Ja. En dan verzinnen kinderen iets. Dat als je solomoeder bent of in twee moedergezinnen... kan het belangrijk zijn voor je kind dat er ergens ook een papa is. En laat het dan maar het soort zijn wat donorpapa heet. Ja. We hebben ook buikmoeders bij de adoptie. En, wat zijn buikmoeders? Daar ben je in geboren. Hè? In de adoptiewereld praten ze van buikmoeders. En je hebt je ouders en je buikmoeder. Nou, dus dan mag het ook moeder heten. Dus mag een donor ook donorpapa heten? Dat moet niet en dat hoeft niet. Ik bedoel... En betekent dat ook... Luister gewoon naar het gezin en doe geen aannames. En als je aan bepaalde... iets moet wennen, dan is dat jouw proces. Maar voor dat gezin is dat de dagelijkse werkelijkheid. Ja. En voor het kind is het gewoon. Ja. Even over die rol van de donor en hoe je daarmee omgaat als professional. We hoorden net Fred zeggen in het vorige gesprek... Ja, het vinden van die donor, dat is niet per se altijd de oplossing... of de heilige graal. Is dat toch iets, want als we het hebben over radicale openheid... dan hoort daar misschien ook wel het kennen van de donor bij. Is dan toch dat je misschien zegt tegen die professional... nou, dat is misschien wel iets om toch een beetje die kant op te duwen. Van nou, het is toch wel goed als die donor gewoon in beeld is. Of zeg je van nou, daar moet je gewoon niet mee bemoeien als... Heb je het over een bestaand gezin of over wensouders? Over een bestaand gezin. Bestaand gezin. Ja. Ik denk dat je niet moet duwen. Nee? Nee, dat is echt het proces van het gezin zelf. Je moet wel uitkijken of het kind niet ondergesneeuwd wordt... dat het uit loyaliteit naar de ouders niet op zoek gaat... terwijl dat het eigenlijk wel zou willen. Wat hoef jij daar nog? Ja, dat een kind voelt, denk ik, als je het als ouders moeilijk vindt... dat je kind wil weten wie de donor is... als kind wil je je ouders te vriend houden... en hoe opener en transparanter ouders kunnen zijn... des te vrijer de positie van het kind is. En dan kan je niet zeggen wat goed of fout is. Ja. Maar dan vat ik hem even samen. Hè. Dus dan zeggen we van, nou, daarin kan je begeleiden. En stel je bent die huisarts of die advocaat... dan kan je dus open vragen stellen. Je kan een kind verder wijzen. Maar eigenlijk zeg jij dus ook heel duidelijk... en ik weet niet of je daarbij aansluit... maar jij bent niet die professional die daar dus in gaat zitten vroeten... en daar een proactieve rol in pakt. Nee, maar je kan... verwijzen naar, maar je gaat ook niet een gezin een kant opduwen. Maar kijk wel altijd naar het belang van het kind. Als die inderdaad iets niet durft te doen uit loyaliteit, maar niet duwen. Als counselor probeer je dat de gezinsleden het helder krijgen. Ja. Dat je hun helpt nadenken en dat je met hun onderzoekt wat zij nodig hebben. Tot slot nog een vraag van Nicola Helmink. Ja, daarom is het zo fantastisch dat we dit scherm hebben... want dan kunnen we dus nog inzoomen op de vragen die leven. Dus blijf dit ook vooral doen. En Nicola zegt... ik zou best wel meer willen horen over jonge kinderen... kind, peuter, kleuter... hoe die taal geven voor het kind... naar vragen vanuit andere kinderen. Dus je hebt een jong kind, een peuter... Ja, en die krijgt dan dus in de klas die krijgt vragen. Ja, hoe moeten die dat dan onder woorden brengen? Nou, zoals dat voorbeeld net van die vierjarige kindertjes... wat echt gebeurd is, van dat andere kinderen vragen... waar is jouw papa? En dat een kind dan zegt, ik heb geen papa... omdat zijn moeders dat gezegd hadden. Als je daar als leidster bij staat... Ja. Dan hoor je dat, dan ga je met die moeders praten... en dan kijk je van, goh, hoe gaan we dit hier noemen... en hoe gaan we dat met de andere kinderen tegen de andere kinderen zeggen? Maar dus, kijk ik ook even naar jou, Sarah. Is dan dus altijd dat je zegt van, zo'n kind moet dat dus wel onder woorden kunnen brengen... of kan je een kind ook gewoon meegeven dat het zegt van, ja, daar praat ik gewoon niet over? Want jij hebt net ook gezegd, het kind is niet de ambassadeur... van de familie. Nee, maar die moet wel een eerste zin als antwoord hebben. Maar die hoeft niet daarna uit te gaan leggen waarom je moeders die keuze gemaakt hebben. Nee. Ik geef in de counseling, ik counsel dus de wensouders voordat ze een keuze maken. Geef ik altijd mee. Wat wil je? Je kind is 5 en op school en zo'n vraag wordt gesteld. Wat wil je dat je kind zegt? Ja. Nou, ik heb 2 moeders en een donor. Ja, dus in ieder geval een handvat geven om die vraag te kunnen beantwoorden. Ja, en dan is het vaak een antwoord van... nou, ik heb 2 moeders en een donor en weer verder met de Lego. Want zo interessant vinden die andere kleuters het dan ook weer niet. Maar er moet wel een antwoord zijn. Ja, en als je merkt als leidster of als ouders... dat je kind het lastig vindt om te zeggen... ik heb 2 mamas en een donor en nergens een papa... overweeg dan hoe het is om te zeggen... je hebt een donorpapa. Die zorgt niet voor jou, die woont ergens anders.
Maar in ieder geval een duidelijk antwoord waarmee het kind gewoon een duidelijk instrument in handen geeft om te kunnen antwoorden. En de waarom-vraag, waarom durf je dat dan niet te zeggen? Waarom zeg je tegen je kind dat het geen vader heeft? Dus kijk dieper, wat houdt jou tegen? Want je maakt het ingewikkelder voor je kind. Die staat genoteerd. Ik begon te zeggen dat we heel veel te behandelen hebben. En dat we in ieder geval de professionals in het veld wat handvatten willen geven. Volgens mij hebben we dat in het vorige gesprek heel mooi kunnen doen. En ik hang aan jullie lippen. En ik zou heel graag nog uren door willen praten. Want dit is een fascinerend inkijkje. En alleen al het thema taal. Hè, daar kunnen we heel lang over doorpraten. Of het stellen van open vragen. Maar laten we toch eventjes in die beperkte tijd die we hebben. Nog even nadenken van wat is het nou dat we echt nog even mee willen geven. Ik heb een aantal dingen meegeschreven net. Openheid is een thema dat voorbij kwam. We hebben gehoord goed luisteren, kennis opdoen. Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Sarah, begin ik bij jou. Die openheid is heel belangrijk. Je eigen problemen, je eigen issues niet afwentelen op het kind. En als professional de weg weten. Ja, dat is in ieder geval waarmee we nu begonnen zijn met een beetje de weg vinden. Tot slot, Marja. Nog final thought? De donor hoort erbij in het gezin. En vanaf het begin af aan openheid, geen geheimen. En als je als professional vermoedt dat daar iets is, dan probeer het bespreekbaar te maken. Ja, ik denk dat jullie dat heel mooi benoemd hebben. Moffel die donor niet weg. Hij heeft een volwaardige plek in het gezin en geeft er ook taal aan. Volgens mij is dat een mooie boodschap. Hartelijk dank. Fijn dat jullie er waren. Heel fijn. En dan wil ik tot slot nog eventjes naar de tekening van Lillian. Dus eventjes kijken hoe het daarmee staat. En dan ondertussen kondig ik Laura Gras en Linda Wes aan. Hartelijk welkom. Laura Gras, psychiater, heeft een eigen praktijk en is zelf donorkind. Linda Wes, executive coach of leiderschapsconsultant. En heeft ook een eigen praktijk en is ook donorkind. Van harte welkom beiden. Dankjewel. Zullen we eerst gewoon eens eventjes naar de tekening gaan? Kijk hoe het. En die kan ik nog steeds moeilijk lezen. Dus misschien kunnen jullie gewoon eventjes de mensen thuis er doorheen praten. Wat zien we hier? Een samenvatting van het vorige gesprek. Openheid zien we. Ja. Ja, liefde is grenzeloos. De donor hoort erbij in het gezin. Heel erg mee eens. Ja. Laten we daarmee stoppen. Hoort erbij. Ja. Dan gaan we naar dit gesprek. En dan wil ik gelijk een polvraag delen. Namelijk een dilemma. Ouders vertellen in een gesprek met een professional dat ze hulp hebben gehad van een donor. Maar dat kind weet het nog niet. Wat doe je? Dat mag dan even in een kernachtig woord voor de word cloud. Dus ja, de ouders die vertellen aan de professional, we hebben hulp gehad van een donor, maar dat kind weet het eigenlijk nog niet. Ja, wat doe je dan als professional? Zeg je dan deel het? Of zeg je dan hou het stil? Of zeg je misschien wel helemaal niks? Nou, ik ben wel benieuwd hoe daar over na wordt gedacht. En nog steeds heb je vragen ook tijdens dit gesprek. Deel ze vooral, komen ze hier op het scherm. En dan kunnen wij zo goed mogelijk behandelen wat er thuis speelt. Laura, Linda, van harte welkom. Allebei betrokken bij Stichting Donorkind. Ik kwam net al eventjes voorbij. Ja. We hebben een hoop organisaties voorbij horen komen. Wat doet Stichting Donorkind en wat is je betrokkenheid erbij? Ik denk dat Stichting Donorkind echt is voor het kind. Opgezet door donorkinderen. In een tijd dat er nog niks was voor donorkinderen. Dus ik ben later, ik zeg altijd, ik ben op een rijdende trein heb ik kunnen stappen. Mm-hmm. Dus ik ben Stichting Donorkind enorm dankbaar dat ze zoveel hebben reuring hebben gegeven. Misschien kun jij wat aanvullen, want... Ja, maar je hebt ook in de voorgaande verhalen waar dat over gaat het vooral over de ouders die een kind willen. Mm-hmm. Maar de kinderen hebben er niet om gevraagd om geboren te worden. En al helemaal niet om op deze manier geboren te worden. Ja. Ik ben ook een beetje op die rijdende de trein gestapt. Ook in de zoektocht toen op een gegeven moment bekend werd dat je kon zoeken naar de donor. Maar het belang van Stichting Donorkind is dat het is opgezet voor donorkinderen, door donorkinderen. En we hebben elkaar ontmoet, hè. We zijn ontmoetingsdagen en daarin kwamen op een gegeven moment in zo'n ontmoetingsdag waren er verschillende ook donorkinderen die hulpverleners zijn. En vanuit onze eigen ervaring dat we ons uitspraken, je komt in zo'n rollercoaster van emoties terecht op het moment...
Dat je erachter komt dat je een donorkind bent. Of misschien weet je het. In mijn geval, ik weet het van jongs af aan. Maar dan nog heb je allerlei issues. Je gaat wel of niet een zoektocht aan. En dat geeft zo'n reuring in je leven. Het is zo'n rollercoaster. Het is zo... het kan heel ondermijnend zijn, maar het is in ieder geval mindblowing. En dat wij ons daar ook over verbazen, van God, dat er geen hulp voor is. En, ja, want dat is het gat eigenlijk waar jullie in gesprongen zijn. Ja, hè? Want er is wel degelijk hulp voor kinderen die contact hebben met die donor. Nou, Fred vertelde iets over een eerste intake bij FIOM, waar een aantal sessies kunnen zijn. Maar dat is iets anders dan echt psychologische hulp voor een kind dat op zoek is, echt specifiek voor die doelgroep. Ja. Jullie hebben allebei die achtergrond, psychiater, coach, dus beroepsmatig daarmee bezig. Hoe zijn jullie in dat gat gesprongen? Nou, we hebben ons verenigd eigenlijk, een hulpverleningsgroep van Stichting Donorkind. En ik denk waar onze meerwaarde vooral zit, is we zijn ervaringsdeskundigen. En ik denk namelijk dat je je niet kunt voorstellen en niet kunt voelen of ervaren waar je doorheen gaat als donorkind. Ik heb het dus pas later te horen gekregen en er ontstaat een proces wat je bij iedereen hoort, ja, wat je van tevoren helemaal niet kunt bedenken waar je doorheen gaat. Kun je dat eens samenvatten? Ik kan me voorstellen dat het heel lastig is, misschien toch maar even Kleuren. Eerst dacht ik van, maakt mij dat nou uit, hè? Dat ik een donorvader heb. Ik heb toch een vader, dus dat was de eerste fase. En toen ging ik naar de podcast De Kwak Kwaak luisteren. Ja. En toen realiseerde ik me van, wacht even, dat gaat over mij. En dan ga je anders denken. Dan op een goede dag, wat bijna iedereen heeft gehad, herken je jezelf niet meer in de spiegel. Ja. En dan ga je dus continu kijken. Dat is nu enigszins recht. Maar ik denk tot het moment dat je pas die ander erbij vindt, kun je dat echt weer jezelf herkennen in de spiegel. Ja, en het is een hele... allerlei emoties. Ik weet niet, heb ik iets gemist? Ja. Herkenbaar voor jou? Ja. Het is herkenbaar, maar het is ook voor geen enkel donorkind hetzelfde. En dat maakt het ook ingewikkeld. Het is niet dat je een protocol kunt afdraaien in hulpverlening. En daarom denken wij in ieder geval dat het... En dat merken we ook in de ontmoetingsdagen, dat het zo waardevol is dat je met een half woord weet wat iemand zegt. Je weet gewoon waar iemand doorheen gaat. En het ene donorkind is er heel erg oké mee met hoe de ontstaansgeschiedenis is. Het andere donorkind niet. Maar goed, we gaan allemaal door emotionele veranderingen heen, rollercoasters heen. En wat jij zegt, Linda, is dat je standpunt ook verandert. En dat mag ook en dat is normaal. Hè? Dus het is geen statisch gegeven hoe je je voelt bij het donorkind zijn. Nee. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de enorme loyaliteit die kinderen hebben ten opzichte van hun ouders. Want geen enkel kind wil de band met zijn ouders verbreken of schaden. En dat kan ook een enorme worsteling zijn. Maar ook dat het kind daar dus... Nee, weet je, je bent in ontwikkeling als kleinkind. Zet je ouders heel erg op een voetstuk. En op een gegeven moment word je volwassen. Ga je, je hebt steeds meer gesprekken met andere mensen. Je ontwikkelt een eigen mening. En dan kan dus ook weer je idee over hoe jij bent ontstaan ook veranderen. En dat kan tot op latere leeftijd nog wisselen. Kun je eens meenemen naar die praktijk? Want je hebt inmiddels, noem ik het counselen? Of hoe counselen, daar heb je ook een diploma voor nodig. Dat diploma, ik heb wel heel veel andere... Er zit een advocaat in de zaal, dus we moeten even oppassen wat we zeggen. Nee, maar ik begeleid, om een voorbeeld te noemen... Ik heb een moeder en een zoon begeleid. En een zoon was 35 jaar voorgelogen door zijn moeder. Dus wist niet dat hij donorkind was. En die gaf aan van, ik heb het vertrouwen in mijn moeder verloren. Ja. Want het is natuurlijk een vertrouwenskwestie wat dan ontstaat. En die begeleid ik dan om elkaar weer te kunnen horen en weer bij elkaar te brengen. Nou, dat is bijvoorbeeld één voorbeeld. Ik geloof ook het thema openheid eigenlijk, wat we voortdurend horen. Ja, ik denk dat dat heel... En ook, weet je, want we hadden het net over ouder en kind. Maar het gaat over het hele systeem eromheen, hè, wat invloed heeft. Want mijn ooms leven beide niet meer. Maar mijn ooms en tantes, neven en nichten, die het overigens wel wisten, die hebben daar ook... Ja. Daar gebeurt ook iets. Ja, ik had van tevoren beloofd dat we het ook over systeem denken... of een systemische benadering zouden helpen. Misschien is het goed om dat even neer te zetten, wat dat dan is. Ja. Kun je daar eens een korte introductie op geven? Een systeembenadering, en Laura, alsjeblieft vul me aan... is eigenlijk dat je alles eigenlijk holistisch dan in die zin bekijkt. Dus iedereen betrokken. Dus dat is de leraar, dat is de huisarts. Dat is de vriendjes, de ouders van vriendjes, vriendjes zelf. Opa's, oma's, ooms, tante, neven, nichten. Iedereen eigenlijk. En dat is dus... Kijk, je kunt ook denken, ik ben open in mijn gezin.
Maar verder niemand vertellen, ja, dan belast je beide kinderen ook weer. Of één kind, belast je dan ook weer met een geheim. Ja. Want dan mogen ze toch, en in die zin, ja, is er maar één weg, als je over donorconceptie kiest, is openheid. Laten we even kijken hoe er in de polvraag gereageerd wordt op die openheid. Want welk advies geef je? Dus een kind weet het eigenlijk nog helemaal niet. Maar die ouders zeggen van ja, er is wel echt sprake van een donorkind. Ja. Dus hier zegt iemand, vraag naar de reden waarom het kind het niet weet. Ja. Dus echt het gesprek aangaan, niet gelijk een conclusie trekken. Nou, dat is wel echt in lijn met wat we eerder hebben gehoord. Ja. Waarom weet het kind het niet? Wat weerhoudt het kind? Wat weerhoudt je van het te vertellen? Nou, ik ben benieuwd wat de reden is. Bespreekbaar maken. Dus hier zie je wel echt dat de dialoog aangegaan wordt. Ja. Kan je hier een beetje in vinden in deze antwoorden? Ja, het mooiste is natuurlijk dat het kind het van de ouders hoort. Want dan kun je ook gewoon samen dat traject verder ingaan. En ook, ik denk dat voor de ouders ook belangrijk is dat, zeker met alle DNA-testen die er vrij toegankelijk verkrijgbaar zijn, dat kinderen er wel achter komen dat ze van een donor zijn. En je schaadt natuurlijk enorm de band met je kind als het een geheim is geweest. En eigenlijk als er ergens een geheim is, is het gewoon niet goed. Ja. Dus, ja, waarom is dat niet goed? Kun je daar eens op hebben? Nou, we hebben over een systemische benadering gehad. Dus zeg je, dus in dat systeem zit dan dus een vraagteken. Maar is dat per definitie erg? Kan ik zeggen van ja, we hebben allemaal wel eens vraagtekens in ons leven. Ja, een vraagteken is wel wat anders dan een geheim. Als je iets geheim moet houden, moet je afvragen waarom je dat geheim moet houden. En eigenlijk is dat nooit goed, dat is een recept voor onrust. Ja. En wees dat voor. Zorg dat er gewoon openheid is. En kijk, hoe vaak je ook, naarmate je steeds ouder wordt, hoe vaak een arts aan jou vraagt, komt het in de familie voor? Ja. Of als je zelf aan kinderen begint, het is gewoon ontzettend naar als je verkeerde informatie hebt. We weten zelfs ook van een donorkind die heel veel broers en zussen heeft, waar de ziekte van Marfan bijvoorbeeld veel voorkomt. En dan, dat blijkt dus gewoon familiair belast te zijn. Maar ondertussen worden er ook onderzoeken gedaan. Waarin dan heel veel mensen zeggen, nee, het komt niet in de familie voor. Terwijl ze nu blijken wel degelijk familie van elkaar te zijn. Dus het is aan alle kanten is het gewoon, en in je eigen systeem is het niet goed om geheimen te hebben. Maar ook in grote geheel, wees gewoon open over hoe de ontstaansgeschiedenis is. Wil je dat hier aanvullen? Nou ja, ik denk ook dat het een fabeltje is als je denkt dat het er niet is. Mm-hmm. Zo van, als we het er niet over hebben, dat is het er niet. Ja. En dan weet ik ook uit eigen ervaring, als kind weet je het. Mm-hmm. Je voelt het gewoon. Dus er zijn veel meer dingen dan we aan kunnen raken, dat we het gewoon voelen dat het niet klopt. En dat hoor je bij heel veel donorkinderen. En dus in die zin, als je denkt van ja, een kind weet het. Ja. Dus dat vind ik ook echt wel wat ook onderschat wordt eigenlijk dan. Ja, en waar je tegelijkertijd nu ook hebt, dat sommige kinderen gewoon oké mee zijn. Hè? Dat ook als ze op latere leeftijd erachter komen, dat ze van een donor zijn. En ouders niet hoeven te weten wie die donor is. En dat niet hoeven te weten. Die kinderen zijn er ook gewoon, laten we dat wel wezen. Maar wij komen natuurlijk vooral op voor de donorkinderen die er wel een probleem mee hebben. En waar dat, We hebben even een inkijkje gehad eerder bij Fred. Ook een inkijkje bij jou gehad, hoe je het aanpakt. Kun jij er iets over vertellen? Heb jij al een eerste case klinkt zo afschuwelijk, maar heb jij al een eerdere ervaring? Nou, je komt het in alle vormen en maten tegen. Dus ook kinderen die in mijn praktijk, mensen die door adoptie afstammingsvragen hebben. Afgelopen week heb ik nog gehad dat er een patiënt vertelde dat ze een embryo heeft gedoneerd waar allerlei issues zijn. Maar ook een donorkind die ik in traject heb gehad, die er per ongeluk achter kwam dat ze inderdaad ook een test voor de lol deed. En toen bleek dat na een zoektocht dat haar ouders voor KID hebben gekozen. En waar ouders nog steeds het geheim willen houden. En het zodanig geheim willen houden dat ze het niet aan haar eigen kinderen mag vertellen. Omdat ouders bang zijn dat hun kleinkinderen dan ze niet meer als opa en oma zien. En dat deze mevrouw mij ook in de auto ging opbellen. Zodat kinderen het niet zouden horen. En die leeft onder zo'n spanning. Ja. Dan moet je zo iemand hebben. Ik vind dat er geen geheimen moeten zijn, maar dat kan ik natuurlijk niet aan een ander opleggen. Dus dat is ook. Het is eigenlijk de liefdesverlies waar het net over ging. Dus de angst om de liefde van het kind te verliezen. En jij kan dan niet meer doen dan adviseren of zo. Nou ja, nee, maar ook de zoektocht. Kijk, van waar. Kijk, in dit geval gaat het gewoon om het donorkind. Die geholpen moet worden naar eigen waarde.
te leven en zelf te bepalen. Ik kan niet bepalen voor iemand of diegene het geheim wil doorbreken met alle risico's van dien. Precies. Ja, want een kind blijft oneindig loyaal naar de ouders, ook op volwassen leeftijd. Ik wil graag reageren, zie. Nou ja, die loyaliteit van het kind is denk ik heel erg belangrijk. Ja. Als ik jou aan terugdenk, dat vind ik ook het ergste. Het voelt als een soort misbruik van mijn loyaliteit. Want ik heb nooit de vraag gesteld van het klopt niet. Ondanks dat ik onbewust dingen voelde. En ik denk dat dat als ouder niet onderschat moet worden hoe loyaal een kind is. Ik vergelijk het ook wel eens met weet je, van die kinderen die dan heel veel topsport bedrijven. Ja. En dan zeggen die ouders, ja, maar dat wil die allemaal zelf. Ja. En dan denk ik, ja, is dat echt zo? Omdat een kind heel goed in staat is om te voelen hoe blij... of die ziet, oh, kijk, papa en mama worden heel blij als ik zo goed sport. Ja. Weet je, dus ga ik dat maar doen. En ik denk, en die dynamiek is ook met donorconcepten. Als jij voelt dat dat toch een soort onprettigheid bij die ouder zit... dan ga je dat niet doen. En ik denk dat dat niet onderschat moet worden. Ik wil nog even terug naar die rol van de hulpverlener, noem ik dan maar even. Ja. De rol die jullie nu oppakken. Ja. Ik denk ook vanuit, net zoals aangaf een gevolg, want het gaat in ieder geval bij Stichting Donorkind eindelijk om het kind. Ik hoorde eerder zeggen vanuit 2004, dat is echt een kantelpunt geweest. Vanaf daar stond het kind steeds meer centraal. Nou, daar is dit dan in ieder geval een uitingsvorm van. Maar wat kun jij betekenen? Want je kunt... Het niet hebben van die vaderfiguur wellicht kun je niet wegnemen. Je kunt niet een donor tevoorschijn toveren. Dus kun je ons eens meenemen in wat jij in je rol dan als, hoe noem ik het, therapeut, begeleider. Hoe pak je dat aan en welke rol speelt het systemisch denken daar ook in? Nou ja, het gaat vooral denk ik om dat er weer balans komt. En dat je weer oké bent met dat je ook je... Je bent natuurlijk ook weer aan het herschrijven. Mm-hmm. Van hoe zit ik, nieuwe perspectieven. En maar goed, die balans weer hebben. Maar ook te kijken van welke waarden heb ik en naar welke waarden wil ik leven. En hoe vorm ik met wat ik allemaal nu weet weer opnieuw mijn gezin. Dus daar gaat het om. En het systeem is daarbij natuurlijk heel erg belangrijk. Want je kunt wel in je eentje bedenken dat je het allemaal wil. Maar je hebt ook je huisgenoten, je partner, je kinderen, je ouders. Ja. Heb je ook nodig om weer gewoon stabiel verder te functioneren. En kijken om weer tot in overeenstemming te komen. En dat je in ieder geval weer een goede nachtrust hebt. Maar dus dan gaat het om het structureren, dus het inzicht geven in het systeem. Maar is dat het enige wat je kunt doen? Het inzicht geven? Of hoe? Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Kijk, elk donorkind is natuurlijk anders. Ja. En elk donorkind heeft natuurlijk ook een andere opvoeding gehad. Hè? Dus het is vaak ook een combinatie van opvoeding en dan ben je ook donorkind. Maar ik denk dat, en wat wij met name kunnen brengen, is denk ik doordat we het zelf ook hebben ervaren. Dus een stukje dat iemand je echt begrijpt. Hè? En dat is ook, bij Stichting Donorkind hebben we ook de red flags, weet je. En de fouten, de bullshit bingo hebben we geloof ik. Wat zijn de red flags? Ja, als ouders ook niet meer precies weten hoe de conceptie is gegaan. Ja, of als het met het bloed, niet het kaartje van de bloed, hoe heet dat, welke bloedgroep je hebt weg is. Ja, of welke kleur ogen. Ja. Ja, en de ogen en dat soort dingen allemaal. Maar dat is dan meer voor de kinderen dat je dat je bewust van bent. Ja. Maar en ik denk dat wij ons dus gewoon in die zin heel goed kunnen inleven. En het is fijn. Sommige hulpverleners, en ik hoop daarom is het mooi dat we dit doen, zeggen gewoon hele rare dingen. Ja, dat vind ik wel weer interessant. Dat wil ik rare dingen worden er allemaal gezegd door die hulpverleners. Ik ben natuurlijk coach, dus ik ga ook naar een coach, maar ook naar een psycholoog om gewoon mezelf, want anders moet ik natuurlijk aan mezelf werken, anders doe ik dat op mijn cliënten en dat wil ik niet. En toen ik in dit traject zat, toen ook een psycholoog, en die zegt gewoon, ja Linda, maar ja, dan moet je 2 jaar, dan moet je voor jezelf een tijdstip, 2 jaar nemen of zo, dat je zoekt en dan moet je het loslaten. En dat was een soort van een deadline werd er... Dat vond hij blijkbaar heel erg belangrijk. Ja. Maar ja, dat zo werkt, voor mij werkt het zo niet. Dus dit klinkt heel erg als het tegenovergestelde van wat we eigenlijk net over hadden... en wat we net ook zagen in de antwoorden. Dus luisteren, gesprek aangaan, een dialoog, dan een oordeel. Ja, en liever niks zeg ik. Ik merk, ik ben heel open, dus ik zeg het tegen mensen. Maar je ziet gewoon aan de andere kant iets gebeuren. En dat zijn geen hulpverleners, maar gewoon mensen. Ja. En je ziet gewoon, wow, dat ze helemaal in shock zijn. En... Weet je, ervaar dat dan
maar reageerde niet op zo van, oh, ik moet nu iets zeggen of weet ik wat. Maar weet je, contain dat gevoel en zeg, goh, of zeg van mij pad, goh, dan weet ik eigenlijk, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Dat is nog beter dan dat je iets zegt van... Je was heel erg gewenst. Ja, je was heel erg gewenst. Oh ja, dus stel je niet zo af. Of het was maar een zaadje. Maar dit is misschien een goed advies voor professionals, maar eigenlijk voor het hele leven. Dat wanneer je met iets te maken krijgt waar je niet bekend of comfortabel mee bent, dat je niet vanuit je eigen oordeel gelijk maar gewoon terug gaat vuren. Ja, of je hebt leuke ouders toch, of zo. Wat mij is ook gezegd door een vriend en allemaal goed bedoeld. Van ja, Melinda, je bent toch leuk zoals je bent. Voor jou ook herkenbaar, dit soort... Ook zijn mensen die ik nog heel lang ken. Maar dan van ja, maar je bent in ieder geval heel erg gewenst geweest. Ik denk, nou... Ja, dankjewel. Dit soort problematiek, we hebben het over openheid. Hè, tegelijkertijd, sinds 2004 in ieder geval kinderen die via een kliniek zijn verwekt... die hebben het recht te weten. We hebben nog de bekende donoren buiten de kliniek om. Denk je dan van, als je kijkt vanuit je professie... Ja, dan zit dat eigenlijk wel goed, dan is daar... Nee. Waarom niet? Ja, je bent toch... het is mijn persoonlijke mening, dat ik denk... je bent met donorconceptie ben je toch bezig... om op een onnatuurlijke manier kinderen te krijgen. Wat ik in ieder geval mis, laat ik het zo zeggen... dat ouders geen kinderen kunnen krijgen, biologisch gezien... dat is gewoon een enorm gemis. Maar wat ik minder hoor, is dat de keuze om geen kinderen te krijgen... ook een optie is. En dat maak ik mezelf niet populair mee, denk ik, dat ik dit zeg. Maar we zitten in zo'n maakbare maatschappij... dat het eigenlijk een soort recht is om ook kinderen te krijgen. En ik snap het heel goed. Ik heb zelf ook kinderen. Ik snap heel goed dat je een enorme drang hebt om kinderen te krijgen. Maar dat je, als je hier aan begint... dat je wel heel erg doordrongen moet zijn met wat het kan betekenen. En ook, nu ben ik door een onbekende donor verwekt. En ik weet niet... hoeveel broers en zussen ik heb. Ja. Ik weet het gewoon niet. En dat is een probleem, hè? Want daar hebben we het net over gehad... in relatie tot Denemarken, wat eigenlijk nog steeds voortduurt. Dat gebeurt nog steeds. Ja. Maar het heeft ook gevolgen voor mijn kinderen. Want mijn kinderen kunnen onwetend met een neef of nicht misschien wel. Hè? Dus het is gewoon... ik hoop dat mensen er gewoon van doordrongen zijn... dat het gewoon veel meer is dan alleen maar die kinderwens vervullen. En dat je gewoon echt een mens op de wereld zet... En dat dus een probleem is of een uitdaging is die niet is opgelost met de wetswijziging, maar dat ook nog steeds geldt. Ja, en dan heb je de wetswijziging dat je persoonsgegevens mag opvragen. Ja. Maar dan heb je nog niet dat je daadwerkelijk een ontmoeting kan hebben met je donor. En misschien zit die donor er dus helemaal niet op te wachten. En dan word je afgewezen als kind zijn. En wat doet dat dan met je? Ja. En die donor heeft misschien ook wettige kinderen die... al dan niet contact met je willen. Maar dat zijn allemaal... gewoon haken en ogen. Ja. En hoe kijk jij ernaar? En wat ik ook wel wil toevoegen. Kijk, wij doen hulpverlening. Nou, hartstikke leuk. En de dames hiervoor doen dat ook. Maar dat kost ook geld. Ja. Stichting Donorkind, de mensen doen het allemaal vrijwillig. Ja, want ik wilde eigenlijk net zeggen van... Ik zei eerst tegen Fred een beetje om te plagen van het probleem is opgelost. Want jij doet het al. Dan blijkt dus bij Fion, daar verwijs je door voor die zoektocht. Ja. Nu wilde ik hem nog een keer zeggen, het probleem is opgelost. Ja. Jullie doen het al. Maar jij zegt van nee, want daar zit toch nog een... Kijk, als ik bij elkaar optel hoeveel geld ik al kwijt ben... sinds met DNA-testen, met het zoeken naar mijn vader... dat is al heel veel geld. Het gaat al in de duizenden euro's. In de rol van... Als donorkind. Maar precies, als iemand naar mij toe wil komen... wat ik ze graag ontvang, kost dat geld. Ja. Dus je wordt ook als donorkind, vind ik, toch opgezadeld. Wij worden niet vergoed door de overheid. Dus dat betekent ook dat kinderen... Ik weet niet wat de regeling is, hoe ziet die eruit? Dus kinderen die zeggen van, ik wil graag toch hulp hebben. Hetzij bij een zoektocht, hetzij gewoon überhaupt bij het zijn van donorkind. De route is natuurlijk als mensen vastlopen... Ja. En echt psychisch vastlopen, zullen ze de eerste gang naar de POH maken, denk ik, van de huisarts. De praktijkondersteuning van de huisarts. En die zal gaan doorverwijzen. Maar goed, de hulpverlening die er nu specifiek voor donorkinderen is... die zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraar. Dus dat betekent dat coaching, dat zit niet in de zorgverzekering. Dus dat moeten mensen zelf betalen. En pas als er een doorverwijzing is van de huisarts... kunnen ze bijvoorbeeld bij mij in de praktijk terecht. Maar ook daar zullen ze dan toch een deel zelf
moeten betalen afhankelijk van de zorgverzekering die er is. Dus en de kinderen die bij de Stichting Donorkind terechtkomen, die moeten dus ook zelf een bijdrage betalen. Ja, ja, we hebben wel een heel mooi. We hebben wel met z'n allen afgesproken dat we 3 keer voor €90 doen. Hè, wat gewoon als een soort sympathiek gebaar. Maar dat vind ik persoonlijk vind dat een gemis. Weet je, ik word met iets opgezadeld waar ik niet op gevraagd heb. En ik moet het ook allemaal nog zelf betalen. Ja. Dus we hadden het eerder over de sociale kaart hè, van Film. Nou, dus in ieder geval is dat voor professionals fijn om daar in ieder geval de route te kunnen vinden. Ja. Als we toch weer even bij het kind eindigen. Hè, want dat is inderdaad wel een opmerking. Ja, het gaat dus heel vaak ook over ouders. En we hebben het nu over terecht professionals. Maar ja, het gaat ook heel erg over het kind. Ja. Daarvoor is het dus eigenlijk nog niet helemaal rond. Nee, goed. Ook als een kind opgroeit, moet het zich kunnen spiegelen aan de ouders. Ook aan de biologische ouders. Dus het is heel raar dat je pas vanaf je 16e persoonsidentificerende gegevens mag opvragen. Maar dat je dan nog steeds niet zo heel erg veel hebt. Ja. Daar is nog een weg te gaan. Zeker. Tot slot. Ik blijf het zeggen, er is ongelooflijk veel over dit thema te bespreken. Ongelooflijk veel mee te geven. Maar ik wil toch ook aan jullie de vraag stellen. Hè? Als we nu dit moment gebruiken om toch nog die professionals iets mee te geven. Wat ligt er dan op je hart? Dat je denkt, van nou, als ik nog iets zou kunnen zeggen. Nou, ik denk de take-home message is denk ik wat mij betreft. Dat geen enkel donorkind hetzelfde is. Hè. Dus elke casus is uniek. Wees open tot in de haarvaten van het hele systeem. Ja. Ik denk dat het... En geen kind is ook een optie. Ja. Dat willen we toch ook meegeven. Die is ook nog een... Ja, vind ik wel... Die zetten we ook nog op de kaart. Ja. Zullen we eindigen met de tekening? Ja, dat lijkt me heel leuk. Laten we dat doen. Kijk eens. Je standpunt kan veranderen. Nou, daar hebben we het over gehad. Hè? Dus dat de emoties bij het donorkind zijn niet statisch. Loyaliteit, dat is eigenlijk een soort rode draad die er doorheen loopt. Ja. Perspectief van het kind staat centraal. Nou, heel goed dat die nog een keertje benoemd is. Want uiteindelijk vinden we misschien toch wel een beetje met z'n allen dat het kind hier centraal staat. En zien we nog ergens de rol van de donor terug? Want dat is toch ook wel eentje. Hoe geeft die donor nou een plek? Liefde is grenzeloos. Ik kan hem ook niet zo zien. Hij is een beetje... En hou het niet geheim. Ja. Zullen we die gewoon als... De donor hoort erbij. Ja, de donor hoort erbij te zien. Het is systemisch lastig als er geheimen zijn over je ontstaansgezin. Die is ook heel mooi. De elephant in the room. Ja, de elephant in the room. Ja. Heel goed. Ja. Volgens mij hebben we heel veel met elkaar besproken. Een enorme diversiteit rondom dit onderwerp. Ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid en jullie enorme openhartigheid. Vooral ook heel fijn. En ik wil Lillian bedanken voor jouw tekeningen. En ik zie dat stond nog een vraag. Zullen we die gewoon nog even doen? Ja. Gaan we gewoon behandelen. Ja, zeker. Met begrip voor jouw gevoel, vraagt Petra. Maar wat vind je dan van mensen die de kinderwens wel vervullen, maar met bekende donoren? Daar hebben we het eigenlijk over gehad. Ja. Hè? Dus laten we die nog tot kort eventjes... Dat je een gezin sticht, dat snap ik. Ja. En als er zo'n... wees er dan gewoon open in... En beter dat kinderen gewoon weten wie de donor is vanaf het begin af aan. Dat daar ook contact kan zijn als het is. Weet je, hetzelfde als dat je 2 mensen zijn samen en ze gaan scheiden. En dan blijft papa en mama ook nog in beeld. En ik denk dat hetzelfde zou moeten zijn. Oké, dan vind ik dat een mooie laatste oproep. Ja. We zitten al inmiddels in de aftiteling. Ja. Dus ik ga nog even officieel afronden. Dus ik wil u thuis bedanken voor de aandacht. Bedankt voor de vragen. Bedankt voor het meedoen met de polls. Het symposium is later nog in zijn geheel online terug te kijken. Dus heb je een deel gemist, kijk het rust eventjes terug. Wordt allemaal nog nagemaild. Het getekende verslag van Lillian, die komt ook jullie kant op. Dus kun je nog eventjes rustig teruglezen. Volgens mij een hele mooie samenvatting van de rijkheid van alles wat we hier besproken hebben. En tot slot natuurlijk nog de sociale kaart van Fion. Er wordt de laatste hand aangelegd en die gaat zeker ook gedeeld worden. Dus voor nu heel veel dank en voor informatie. Ik zeg het nog één keer, donorconceptie.nl. Hartelijk dank.